Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Pardon. Ik heet van harte welkom de heer Blok, minister van Binnenlandse Zaken. Nee? Ik zeg het altijd verkeerd. Voor Wonen en Rijksdienst. Maar wel degene die is belast met althans een deel van het ICT-beleid bij het Rijk. De commissie gaat u een aantal vragen stellen. Mevrouw Bruinslot en de heer Van Meenen zullen daarbij het voortouw nemen. Maar de andere leden van de commissie, de heer Ulebel, mevrouw Fokke en ikzelf, die luisteren aandachtig mee en kunnen af en toe ook invallen. U bent 14 jaar Kamerlid geweest, van augustus 98 tot 2012, november 2012. De laatste twee jaar zelfs als fractievoorzitter van de VVD. Daarvoor bent u onder meer bankier geweest in de tijd dat dat nog een eerzaam beroep was. Zoals u dat in kleine kring wel eens omschrijft, heb ik begrepen. Wij kennen u als als iemand die het slecht vindt als er niet goed met de overheidsgeld wordt omgesprongen. En hoewel je natuurlijk kunt twisten over de mate waarin dat is gebeurd, valt vast te stellen dat er bij ICT-projecten bij de overheid ook ondoelmatig geopereerd, projecten niet op orde waren en tot op zekere hoogte sprake is geweest van verspilling. Wat vindt u daarvan, als u daar kennis van neemt? Ik vraag het toch maar eens even open. Ja, u geeft zelf wel aan dat toch een beetje de bekende weg is. Natuurlijk, wij zijn allemaal ontzettend tegen verspilling. En ik denk dat er als belangrijke opgave voor liggen goed in kaart te krijgen wat de redenen zijn van die verspilling specifiek bij de projecten die u onderzoekt. En van mijn kant probeer ik als verantwoordelijk voor de Rijksdienst om in ieder geval door die processen die we kunnen combineren en daardoor efficiënter te maken, om op die manier verspilling te voorkomen. De indruk bestaat dat u in het eerste jaar van uw ministerschap in ieder geval heel erg druk bent geweest met wonen. En daar ook veel zichtbaar op bent geweest, maar veel minder, in ieder geval zichtbaar bent geweest op het gebied van ICT-projecten en ICT-stroomlijnen. Waarom is dat geen juist beeld in uw ogen? De Kamer heeft van mij een ambitieuze hervormingsagenda Rijksdienst gekregen, waarin ICT ook een heel belangrijk onderdeel is. U krijgt van mij jaarlijks, en dat heeft u ook net gekregen, een jaarverslag over de bedrijfsvoering, waarin ICT ook een heel belangrijk onderdeel is. En het deel van mijn takenpakket Rijksdienst komt in ieder geval iedere dag op mijn bureau. Wat daarvan precies in de krant komt, daar gaan de kranten weer over, maar het is een belangrijk deel van mijn aandachtsgebied. Dus het is een misvatting als mensen denken, Blok is begonnen met te dweilen met de kraan open op het gebied van wonen, want dat is belangrijk. Die kraan open al helemaal. Ik heb inderdaad een hoop wetgeving op het gebied van wonen die natuurlijk zeer zichtbaar is ter hand genomen. Maar nogmaals, er gaat geen dag voorbij of ik ben ook bezig met de Rijksdienst. Iedere dag begin ik gewoon met een overleg met de directeur-generaal op mijn gebieden. Dus daar zit altijd en onvermijdelijk ook de Rijksdienst bij. Mevrouw Bruinslot. U zit samen met de heer Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken, op het departement. En eigenlijk heeft u beide verantwoordelijkheid voor ICT van de overheid. Hoe heeft u die verantwoordelijkheid onderling verdeeld? Ik ben verantwoordelijk voor de Rijksdienst, dus de ministeries en de agentschappen. Collega Plasterk is verantwoordelijk voor het overige binnenlandse bestuur, dus de mede overheden. En overigens zijn er daarnaast natuurlijk ook andere ministers, onvermijdelijk, met grote betrokkenheid bij ICT. Daarbij geldt ook dat de minister van Economische Zaken ook een deel van de verantwoordelijkheid over overheid en ICT heeft. Hoe is uw verhouding met hem? Hoe zou u dat kenschetsen, staatsrechtelijk gezien dan? Dit zijn inderdaad de twee collega's waarmee ik het meeste afstemming doe rond het onderwerp ICT. Ik denk dat het van belang is om een onderscheid te maken tussen ICT rond het primaire proces en de ondersteunende ICT. ICT rond het primaire proces
is natuurlijk tegenwoordig zo belangrijk dat je het eigenlijk nauwelijks kan scheiden. Hè. Denk aan de Belastingdienst, maar ook de IND of de automatisering van tunnels. Dus iedere minister is minister van ICT op zijn of haar gebied. Daarnaast zijn er de puur ondersteunende functies die je eigenlijk in iedere grote organisatie hebt. Denk aan de personeelsadministratie, boekhouding. Voor de Rijksdienst ben ik daar verantwoordelijk voor. Net zoals ik verantwoordelijk ben voor de personeelszaken van de Rijksdienst en verantwoordelijk ben voor de huisvesting. Als het gaat om de ICT bij bijvoorbeeld gemeentes, dan zorgt collega Plasterk voor de afstemming. Natuurlijk willen we dat dat goed met elkaar kan communiceren. En daar treffen inderdaad collega Plasterk, Kamp en ik zelf elkaar regelmatig. Omdat we uiteindelijk toe willen naar een overheid die volledig digitaal kan communiceren met publiek en met bedrijven. Maar die ook intern veel meer dan tot nu toe het geval is, waar nodig gegevens kan delen met natuurlijk privacy waarborgen en daar ook zo efficiënt mogelijk mee om kan gaan. Die volledige digitale communicatie van de overheid komen we later nog op terug. U geeft inderdaad duidelijk aan, hè, het is een belangrijk samenwerksverband tussen de minister van Economische Zaken, de minister van Binnenlandse Zaken en u. Gezondheid. Zo net hadden we ook voormalig minister Ter Horst hier zitten. En die maakte de opmerking van dat ze tegenwoordig het driemanschap, de gouden driehoek van Binnenlandse Zaken, Wonen en Rijksdienst en Economische Zaken wel wat veel voor het ICT-dossier vindt. Wat vindt u van die opmerking van uw voorganger? Naar mijn ervaring werkt het goed. Het is natuurlijk onvermijdelijk bij een organisatie die zoveel taken heeft als de overheid dat je met elkaar coördineert. Dat geldt op ICT-gebied, maar bijvoorbeeld personeelszaken, wat ik net aangaf, daar ben ik verantwoordelijk voor de Rijks-CAO. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat een collega op zijn of haar ministerie binnen die CAO wel wil kunnen bepalen hoeveel mensen op welke afdeling werken. En dat je in sommige uitvoerende diensten nog meer maatwerk nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan de nachtdiensten bij de dienst justitiële inrichtingen. Dus voor ICT geldt net zoals voor andere belangrijke ondersteunende processen. Dat je altijd veel afstemming nodig hebt, maar er wel voor kunt zorgen dat datgene wat je gemeenschappelijk kunt doen, je ook meer dan in het verleden gemeenschappelijk moet doen. U heeft daarin ook een rolomschrijving gegeven. Dat was in antwoord op de vraag van de begrotingsbehandeling van 2013. Toen zei u eigenlijk van ja, ik ben systeemverantwoordelijk voor ICT. Kunt u ons uitleggen wat u verstaat onder die systeemverantwoordelijkheid? Dat betekent dat je afspraken met elkaar maakt rond bijvoorbeeld hoe je data definieert, hoe de architectuur van systemen eruit ziet, zodat die systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat je efficiënt in kunt kopen. Een voorbeeld wat hier dacht ik ook over tafel is gegaan, dat we terug zijn gegaan van 64 datacenters naar 4 datacenters. Nou, in het kader van efficiënt met geld en middelen omgaan, is dat heel concreet. Dat kan natuurlijk alleen maar wanneer die systemen ook op elkaar aansluiten. Dat doe je met systeemverantwoordelijkheid. Kan ik dat zo samenvatten dat u niet direct verantwoordelijk bent voor de individuele trajecten, maar wel voor de randvoorwaarden die zorgen dat ICT binnen de tijd en binnen het budget slaagt? Waarbij je wel een glijdende schaal hebt naarmate het meer het primaire proces raakt. Bijvoorbeeld de automatisering van een tunnel valt er minder af te stemmen met andere delen van de Rijksdienst. Dus is het volstrekt logisch dat de aansturing en de verantwoordelijkheid daar 100% bij de minister, in dit geval van INM, ligt. Dat je natuurlijk al ervaringen deelt via het CIO-overleg. De uitwisseling is natuurlijk meer aan de orde bij processen die meer raken aan type grote administratieve processen, à la belastingen of uitkeringen, waarbij er ook meer kruisverbanden zijn. En heeft u vanuit die systeemverantwoordelijkheid idee dat, naar uw oordelen, u
ook voldoende kan sturen op wat er gebeurt op het gebied van ICT binnen die andere onderdelen van de Rijksdienst, bij de andere ministeries? Ik ben de afgelopen anderhalf jaar geen onoverkomelijke hobbels tegengekomen. Dat overleg verloopt goed. U heeft ook het rapport van de heer Kuipers gezien, dat eigenlijk de ambitie voor de komende jaren vormgeeft. Daar hebben we ook een gevolg aan gegeven als drie meest betrokken ministers. Dus met de ervaring van anderhalf jaar kan ik alleen maar zeggen, het loopt naar wens. Maar als ik u zo hoor, dan zijn dat eigenlijk bevoegdheden die gebaseerd zijn op een goed gesprek. Ik moet ook denken aan wat de heer Kotteman zei toen de Rijks-CEO, toen die hier zat. Die zei van ja, ik kan een heleboel. Het is op persoonlijk gezag, maar ik kan niet tegen een ander ministerie of een ZBO zeggen van we stoppen het project. De hoogste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk uiteindelijk altijd bij de ministerraad. Dus als er een conflict uit dat goede gesprek zou komen, dan zou uiteindelijk de ministerraad daar een knoop door moeten hakken. Er is ook geen staatsrechtelijke mogelijkheid om dat anders te organiseren. Dus dat betekent dat als u als coördinerend minister op een gegeven moment tegen een drempel aanloopt die te hoog is en die niet opgelost kan worden, dan zegt u van, zou ik naar de ministerraad gaan om een uitspraak van het kabinet af te dingen? Dat zou dan de logische weg zijn, ja. Maar we hebben het zo net ook met voormalig minister Ter Horst over gehad. Die zei van, ja, dat coördinerend ministerschap over ICT, dat wat zij daar vooral in zag, is dat het lastig was om iedereen bij elkaar te krijgen en dat de processen die je dan aanstuurt ook gewoon lang zijn. Ik pak even twee delen uit uw betoog, want coördinerend ministerschap over ICT is een heel brede omschrijving, want dat zou dus ook betekenen dat één minister verantwoordelijk is ook voor die tunnelprojecten. Ze gaf aan vanuit haar systeemverantwoordelijkheid. Ja, ik denk dat je voor de ondersteunende processen organisatorisch nog een verdere slag zou kunnen maken. Er is de afgelopen jaren, heb ik begrepen van mensen die al lang in de Rijksdienst rondlopen, al een enorme slag gemaakt van een situatie waar vroeger ieder ministerie zelf zijn, eigenlijk al zijn inkoop deed, maar dus ook voor ICT. Maar dus ook vaak met verschillende systemen gewerkt werd, naar een verdere centralisatie. En die datacentra, maar bijvoorbeeld ook één gemeenschappelijke dienst voor kantoorautomatisering, die maken dat ook heel zichtbaar. Ik kan me goed voorstellen dat je zoiets ambtelijk nog verder centraliseert. Hè. Nu zijn nog op veel ministeries toch een aantal mensen mee bezig. Zijn we overigens ook wel slagen aan het maken, dat is een van die SGO-projecten, SGO Project 5, maar je zou daar een slag kunnen maken. Zou voor degenen die meeluisteren en minder ingevoerd zijn, nog even kunnen uitleggen wat die SGO-projecten zijn? SGO-projecten, dat SGO staat voor het Secretaris-Generaal Overleg. Bij het aantreden van dit kabinet hebben de gezamenlijke Secretaris-Generaal een aantal voorstellen gedaan hoe naar hun overtuiging de Rijksdienst efficiënter en ook meer als één dienst zou kunnen werken. Dat is overigens iets waar ik ze zeer mee complimenteer, omdat daarmee de ambtelijke leiding in een financieel lastige tijd zelf met voorstellen is gekomen hoe je zo'n verdere slag zowel qua efficiëntie als kwaliteitsverbetering kan maken. Een aantal daarvan raken aan ICT, een aantal daarvan raken ook aan ondersteunende diensten en de aansturing daarvan. En die SGO 5 die ik net noem, raakt aan de aansturing van de ondersteunende diensten. Kortom, bij die ondersteunende diensten zie ik mogelijkheden om verder te gaan op de weg die we zijn ingeslagen. Als het gaat om de ICT van de primaire processen, dan ben ik het eens met de lijn die eigenlijk sinds minister Ter Horst is ingeslagen. Nogmaals, want die voorbeelden zijn het meest sprekend. De automatisering van de Belastingdienst of van tunnels of de UWV echt niet meer te scheiden is van het primaire proces. Dus dat je de politieke verantwoordelijkheid daarvoor ook bij de direct verantwoordelijke minister moet laten. Maar in hoeverre vindt u dan dat daarin een sterkere sturing moet plaatsvinden? Ik vind dat er sturing plaats moet vinden op de plaatsen waar
koppelingen nodig zijn met andere delen van de Rijksdienst. Dat kan puur zijn dat je koppeling wil qua inkoop. Je wilt niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden dat je op meerdere plaatsen met één leverancier speelt. Maar zeker zo belangrijk, die systemen zullen soms van elkaars gegevens gebruik moeten maken onder strikte waarborgen. Dat zal zeker ook een rol spelen in de decentralisaties richting de gemeentes die nu wordt ondernomen. En daarbij is het dan dus wel van belang dat zonder dat je de verantwoordelijkheid weghaalt bij die staatssecretaris of minister voor het eigen primaire proces, dat je wel goede afspraken kunt maken over hoe gegevens gedefinieerd zijn, hoe de architectuur eruit ziet, zodat die koppelingen mogelijk zijn. En bijvoorbeeld ook een thema als beveiliging, dat is iets wat je overheidsbreed heel goed kan regelen. En kan ik dat uitleggen, dat u, de dat u in ieder geval op zoek bent naar een betere uniformering en standaardisatie van ICT, niet alleen binnen ministeries, maar ook gelijk aan de zelfstandige bestuursorganen en inclusief de gemeente, omdat u ook zeer nadrukkelijk een koppeling maakt met de decentralisaties? Die verschillende onderdelen van de overheid zijn natuurlijk voor het publiek één overheid. Dus het is voor de kwaliteit van de dienstverlening, maar het wordt ook voor de bestrijding van fraude en voor efficiëntie van belang dat je die gegevens kunt delen. Dat gaat niet vanzelf. Daar heb je inderdaad die afspraken voor nodig over architectuur, maar bijvoorbeeld ook over wie betaalt wat. Want het kan heel goed zijn dat een dienst die investeringen doet in een database of verbindingen niet dezelfde dienst is die daar de voordelen van heeft. Dat is ook de reden waarom dat rapport van de heer Kuipers is opgesteld. Omdat het eigenlijk al eerder geconstateerd werd. Het is van zo groot belang dat die koppeling tussen bijvoorbeeld gemeentes en diensten van de Rijksoverheid goed is. Dat we daar ook daar goede afspraken kunnen maken. Dat we daar dus ook echt een apart project van maken. Over het rapport van Kuipers en de afspraken daarover maken komen we nog op terug. Maar ik begrijp in ieder geval dat u een bevestigend antwoord op mijn vraag geeft. Dat die standaardisatie en die uniformisering niet alleen moet ophouden bij de ministeries. Dat daar niet de grens ligt, maar dat ook ZBO's en gemeenten op bepaalde punten waarin dat noodzakelijk is tot één lijn moeten komen. Ondanks dat zij natuurlijk in het huis van Thorbecke hun Precies, positie hebben. U maakt zelf de nuancering. Wat betreft de bedrijfsvoering van de ZBO's komt er een wetsvoorstel uw kant op om daar ook een sturende bevoegdheid bij de minister voor de Rijksdienst neer te leggen. Wat betreft de gemeentes geeft u terecht aan dat die natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid hebben, maar dat we wel goede hoop hebben en vandaar ook het instellen van Nationaal Commissaris, dat we een gezamenlijk belang vinden om inderdaad ook onderling afspraken te kunnen maken over harmonisatie van die gegevens, financiering van de infrastructuur, om die gegevensuitwisseling goed te kunnen regelen. En ik begrijp over dat wetsvoorstel dat volgens mij over al in de Kamer ligt, dacht ik, over ZBO's en uw sturende bevoegdheden. Of is dit weer een ander wetsvoorstel waar u het nu over heeft? Waarschijnlijk ligt het net bij u, ja. Dat geeft u straks handvatten om meer sturing op ICT te doen? Op de bedrijfsvoering, dus ook op ICT, ja. Ik heb nog wel een concreet vraag, want u zei van ik ben dagelijks bezig met de Rijksdienst. Betekent u dat u ook, hoe vaak bent u dan concreet bezig met de ICT? Dat is een belangrijk onderdeel. Soms zijn er meldingen van gemiddeld, hoeveel van uur gebeurtenissen. Wekelijks? Dat varieert enorm. En dat varieert natuurlijk, want daar herken ik wel de uitspraak van de heer Elias aan het begin. En dat verschilt ongetwijfeld ook over een ambtsperiode. Omdat natuurlijk als ik hier een grote wet over het huurbeleid aan het behandelen ben, dan ben ik die week 90% van mijn tijd bezig met het huurbeleid. Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor de digitale basisinfrastructuur. Dus de beveiliging, de DigiD moet vervangen worden, heeft toen ik begon last gehad van DDoS-aanvallen.
behoorlijk wat tijd gestoken in de digitale basisinfrastructuur. Dus ik denk dat het pure ICT-deel de afgelopen anderhalf jaar ongeveer een tiende van mijn tijd was. ICT is weer een onderdeel overigens van organisatie, bedrijfsvoering en Rijksdienst. Daar zit ook in voor het personeelszaken. Maar dat betekent dus dat de weken waren... Wat ook een groot deel is, eerlijk gezegd. Dat betekent, als ik het goed begrijp, dat de weken waren dat u zegt, nou, misschien een uurtje of twee. En dat de weken waren dat van uw 60, 70-urige werkweek uur 7 of 8 uur aan besteden. Ja. En met wie heeft u dan contact? Als gezegd, ik heb dagelijks, tenzij ik een hele dag niet in Den Haag ben, dagelijks contact met de directeuren-generaal die verantwoordelijk zijn voor de beleidsterreinen waar ik over ga. Of een beetje afhankelijk van wat die dag op de agenda staat, een van hun directeuren, waarvan de CIO Rijk er één is. Dus die zie ik zeker iedere week. Een tussenvraag bij wat u een minuut of 7 geleden zei, wat mij intrigeerde. Gelet op de manier waarop we het in Nederland geregeld hebben met de grondwettelijke macht van individuele ministers. We hebben daar in het vorige gesprek met mevrouw Ter Horst ook over gepraat. U zei, als de Rijks-CIO, zoals in het gesprekje wat wij hier met hem hebben gevoerd, hij zei, ja, eigenlijk zou ik wel wat meer te vertellen willen hebben, ook over een groot project bij een ander departement. Als ik echt ellende zie aankomen, ik parafraseer, maar daar kwam het wel op neer. Zei u net toch, dat heb ik goed begrepen, er is een route, maar die loopt via de ministerraad. Ja. Maar de ministerraad kan toch niet voor, ik wil niet zeggen, ieder moment dat er ergens iets gemeld wordt, zich daarmee bemoeien. Maar dat is wel een hele zware route. Zou er niet iets tussenin moeten worden gevonden? Ik kan me goed voorstellen wat u zegt. Een tunnel, iets wat operationeel is, dat zit bij de minister die erover gaat. Maar als je nou als Rijks-CIO ziet aankomen, hier worden dezelfde grondfouten opnieuw gemaakt bij dit project, bij departement X, die anderhalf jaar geleden bij departement Y zijn gemaakt. En jongens, stop er nou mee. En op de een of andere manier met overtuigingskracht en zo kom je er niet doorheen, dat het dan toch raar is dat het iedere keer via de ministerraad zou moeten. Kunnen we nou niet iets verzinnen dat daar tussenin zit? Of zou u niet denken dat dat goed is om dat te proberen? Ja, probeerde die tussenweg aan te geven door te zeggen dat naar mijn overtuiging je de echte bedrijfsondersteunende taken ook ambtelijk zou kunnen centraliseren. Want dan heb je het inderdaad over de vraag, hoe ziet de personeelsadministratie eruit? Overigens ook ondersteunende processen die niet met ICT te maken hebben. Omdat dat inderdaad vaak ook het type beslissingen zijn waar ook de verantwoordelijke minister niet voortdurend over geconsulteerd wordt. Wanneer je het echt zou hebben over een potentiële weeffout in de, een nieuw systeem bij de Belastingdienst of de IND. En het lukt niet om dat eerst ambtelijk uit te werken en daarna bij dat goede gesprek met die kop koffie tussen de verantwoordelijke ministers. Dan vind ik het ook niet gek dat zoiets wordt opgeschaald naar de ministerraad. Want de belangen van het goed functioneren van dit soort van grote systemen zijn ook al zo groot dat dat daar dan op de agenda zou kunnen. De heer Van Meijen. Ja, om richting en sturing te geven aan in uw werk is het ongetwijfeld van belang dat u zicht heeft op wie daar allemaal mee bezig zijn binnen het Rijk. Nou hebben wij vanuit de commissie een overzicht laten opstellen van de organisaties die binnen de Rijksdienst bezig zijn met ICT. Het plaatje is al een paar keer vertoond. U wilt weten of mijn ogen nog goed zijn? Nou niet zelfs, zo goed. Ik lees nog zonder bril, maar zelfs ik kan het nauwelijks lezen. Ja. Maar, en het is niet het ontwerp van een moderne kerncentrale. Dus dat u eentje u krijgt laten het voor u. En we gaan het ook niet helemaal met u doornemen. Het is nog een werkversie. Er wordt nog hier en daar aan gesleuteld. Ja, maar er is vandaag nog een nieuwe functionaris ingezet. De Nationaal Commissaris. Daar komen we straks nog wel even op. Maar mijn vraag is natuurlijk, hoe kijkt u hiernaar? Want dit speelt zich voor een groot gedeelte onder uw verantwoordelijkheid af. Ja. Ik denk, ik kan niet dit snel even voor u analyseren. Ik wil daar best nog een keer uitgebreider op reageren als je daar prijs op stelt, maar dan moet dat schriftelijk. Maar ik denk dat
het onderscheid wat ik net maakte tussen de echte ondersteunende diensten die je eigenlijk in iedere organisatie hebt. Ook in het bedrijfsleven heb je een personeelsadministratie, een voorraadadministratie en een boekhouding. Dat je daar veel kunt harmoniseren. Als het gaat om het primaire proces, dan is er natuurlijk geen andere organisatie die zoveel verschillende dingen doet als het Rijk. Want het verschil tussen inderdaad een tunnel of de IND en de Belastingdienst is veel groter dan je in welke andere organisatie ook zult hebben. Als dat een financiële dienstverlener is, heeft hij voor zijn primaire proces heel veel ICT nodig, maar ook alleen maar dat. En als dat een productiebedrijf is, dan heeft hij heel veel ICT nodig voor het productieproces, maar alleen maar dat. Ik kan geen andere organisatie bedenken waar je en die tunnel, en dan hebben we ook nog de weermodellen van het KNMI en de modellen van het CPB, waar je zoveel verschillende primaire processen hebt. Begrijp ik, maar dit gaat alleen maar over BZK en een klein stukje economische zaken. Dit zijn niet de programmeurs die hierin staan of de... Mijn vraag aan u is, heeft u het zicht over dit? Helpt u dit, zo'n organisatie, om uw werk goed te kunnen doen? En even we hebben het wel van tevoren opgestuurd en uw ambtenaren hebben er ook naar gekeken. Zodat het niet helemaal als een verrassing voor u zou komen. Ja. De vraag is, ik ben een groot voorstander van efficiënt, dus gestandaardiseerd en eenvoudig werken. En ik zie die mogelijkheden, heb ik u geschetst. De vraag is natuurlijk wel hoe ver je kan gaan zonder de werkelijkheid geweld aan te doen. Vandaar dat ik even reageerde op de minister van ICT. Ik vrees dat er geen persoon bestaat die inhoudelijk dat overzicht heeft van die tunnel tot en met die Belastingdienst via de IAD. Er zijn ook geen andere organisaties waar je zo'n groot overzicht moet hebben van verschillende ICT-toepassingen. Dus vandaar dat ik die knip maak tussen de ondersteunende functies en de primaire processen. Ja, maar goed, die knip hebben wij hier ook gemaakt. Goed, nou schijnt het zo te zijn dat binnen de Rijksdienst recent een... Nou, ik weet niet eens of het recent is, maar dat er een stuurgroep grote ICT-projecten is. Wij hebben die niet rechtstreeks kunnen aantreffen, maar er is wel een verwijzing naar... In het handboek Portfolio Management, daar staat namelijk de herinnering van tot het bijwerken van het ICT-dashboard wordt verstuurd aan de stuurgroep ICT-projecten. Klopt dat, dat die bestaat? Dat zou kunnen, maar die heb ik zelf nog niet ontmoet. Oh, dat zou wel bijzonder zijn. Dus dat kan die eigenlijk niet bestaan, zou ik zeggen. Nou, dat wil ik ook niet beweren. Dat het een stuurgroep maar... grote ICT-projecten is, dat is nogal wat. Dat klinkt... Bij u weten bestaat die niet. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik die niet ontmoet heb. Nogmaals, ik stuur niet op de primaire, de automatisering van de primaire processen. Nee, maar u bent wel verantwoordelijk voor de grote ICT-projecten, uiteindelijk. Nee, maar echt, ik ben niet verantwoordelijk voor de automatisering van een nieuwe tunnel. Dat kan ook niet. Nee, maar u draagt een systeemverantwoordelijkheid. Ja, maar dan ga ik toch echt niet zelf kijken hoe die tunnel geautomatiseerd wordt. Nee. Maar ik denk ook niet dat de stuurgroep grote ICT-projecten zich daarmee bezighoudt. Dat lijkt mij maar goed, nu gaan we een beetje filosoferen. Maar het lijkt mij, ook gezien ons werk, dat er nogal wat te leren is van hoe ICT-projecten werken of hoe ze falen. Ik kan me zomaar voorstellen dat die stuurgroep die dat dan blijkbaar bekijkt, dat die daar lessen uit haalt. Ja, ja. Ja, dat kan maar nogmaals. Nou dan vervolgt mijn volgende vraag. Tafel gehad. Er is ook een stuurgroep ICIO, die kent u waarschijnlijk wel, het Interdepartementale Commissie van CIO's. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Wat betekende die voor u? De Rijks-CIO heb ik zoals gezegd regelmatig overleg mee. En veel van de onderwerpen die wij bespreken komen daarvoor of daarna ook in dat CIO-overleg aan de orde. Om daar ook te toetsen wat de deskundigen daarover vinden qua uitvoerbaarheid. Ja, nou is het natuurlijk een gegeven, tenminste ik denk dat we het daar wel over eens zijn, dat er in de afgelopen jaren het een en ander is misgegaan op dit vlak. U had het er zelf ook al over, daarvoor zitten wij hier. Hoe beoordeelt u in dat licht op dit moment de manier waarop het Rijk de inrichting van zijn ICT heeft ondergebracht?
Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren heel belangrijke stappen gezet. Het aan tafel hebben van de CIO's om af te stemmen, ervaringen te delen, is een belangrijke. De gateway reviews, dus aan het begin, maar zo nodig ook in de loop van een project goed beoordelen of het haalbaar is, of het op schema loopt. De stappen die zijn gezet om dat wat je kunt harmoniseren, te harmoniseren, dat zijn allemaal stappen die de afgelopen jaren zijn gezet. Voor een groot deel naar aanleiding van wat er eigenlijk in de periode voor 2008 misging en de periode daarna de verschillende verantwoordelijke ministers in gang hebben gezet. En bent u tevreden met de manier waarop dat nu werkt? Of bent u ook bezig om dat verder te verbeteren? Als u niet tevreden bent? Als gezegd, ik heb de ambitie om als het gaat om de ondersteunende bedrijfsprocessen daar verder in te gaan. En tevreden moet je nooit zijn, maar ik vind dat hiermee belangrijke zaken in gang zijn gezet. Maar wat ik eigenlijk de grote opgave vind, is om te zorgen dat die ICT-infrastructuur, die eigenlijk net zo belangrijk is als de fysieke infrastructuur. Nederland valt stil wanneer de wegen vaststaan. Maar als de ICT van de douane in Rotterdam niet werkt, dan kunnen de schepen de haven niet in. Dus die ICT-infrastructuur is zo ongelooflijk belangrijk en ontwikkelt zich zo snel dat je hier nooit een moment van tevredenheid kunt hebben. Je moet voortdurend blijven ontwikkelen. U zegt net heel duidelijk dat op de ondersteunende diensten heeft u ambities die u net heeft uitgelegd. Natuurlijk zijn, waar u het ook net over had, de ministers verantwoordelijk voor een aantal primaire processen in ICT, de tunnels, een aantal andere zaken, UWV met werk.nl, de Belastingdienst. Maar als u kijkt naar uw ambitie voor eigenlijk het primaire proces, heeft u ambities op dat vlak? Ik heb natuurlijk de ambitie dat het goed loopt, maar nogmaals, ik zie geen model waarin iemand anders dan de vakminister verantwoordelijk is voor het primaire proces, dus ook de ICT daarvan. En hoe zou u dan vanuit uw positie als kabinet ertoe willen bijdragen? Dus, want u zit natuurlijk in de regering, hoe wilt u er dan aan bijdragen dat op dat soort processen ook geen verspilling van overheidsgeld plaatsvindt? Wat u als Kamerlid ook altijd erg belangrijk vond. Door ervoor te zorgen dat we daar waar we kunnen standaardiseren, standaardiseren. Dat we heel consequent aan het begin een haalbaarheidstoets doen, die gateway reviews consequent toepassen. Die CIO's daar kritisch allereerst naar elkaar laten zijn en zo nodig dat te laten opschalen. En nogmaals, dat allemaal vanuit de mindset, het is nooit af. Want omdat er geen sector in de samenleving is waar de ontwikkelingen zo snel gaan als op ICT-gebied, zul je voortdurend mee moeten blijven bewegen om op dezelfde plaats te zijn. Een heel klein puntje eruit pikken. U noemt dat gateway, hè? Dat is een vorm van collegiaal helpen bij een project. Ja. Maar het is op verzoek van degene die met het project bezig zijn. Wie, ik zeg het onderbiedig, maar wie doormoddert en denkt het komt misschien vanzelf nog goed en een project daarmee nog dieper het moeras in rijdt, vraagt geen gateway aan. En als zo'n gateway wel plaatsvindt, is het ook nog zo dat als het niet goed loopt, er is niemand die in dat proces zegt, jullie moeten stoppen. Dus als u dat als voorbeeld geeft van iets dat zo goed helpt, ja, voor degene die het willen. Maar wij hebben het natuurlijk ook over die projecten die niet goed draaien. En dan is dat gateway natuurlijk helemaal niet zo'n goed instrument. Ja, ik denk niet dat er mensen per se iets in de soep willen laten draaien. Ze kunnen hoogstens iets onder de... Wij zien wel als patroon dat het soms doormoddert, omdat men het niet wil zien. En denkt, nou ja, we lossen het nog wel op zelf met elkaar. En dan rijdt het alleen maar verder de modder in. Maar ja, daarbij rapporteren we nu alle grotere ICT-projecten, uiteindelijk ook aan de Kamer. Als iemand al zou willen doormodderen, dan komt dat vroeger of later boven tafel. Dus, maar liever vroeger dan later, toch? Zeker, maar als je jaarlijks rapporteert over alle grotere ICT-projecten,
dan moet je wel een grote doodsverachting hebben als je dan zou willen doormodderen. U blijft daarbij dat u zegt, we proberen een aantal dingen als het op primair proces gaat te standaardiseren, beter te doen enzovoort. Maar als op een departement onder verantwoordelijkheid van die vakminister niet goed genoeg wordt opgelet, dan kan ik daar vanuit mijn verantwoordelijkheid niet zoveel aan doen. Nee. Ulebelt. Nu verscheen afgelopen week het bericht in de krant dat het project bij de Sociale Verzekeringsbank SVB 10, dat het mis is gelopen, waarschijnlijk zo'n 30 miljoen verspild, vergooid. Dat er problemen zijn tussen de leverancier en de Sociale Verzekeringsbank, Capgemini. Is dat nou zo'n onderwerp wat u dan 's ochtends bespreekt? Of ja. Voelt u... Ja, ik ben hierover geïnformeerd door collega Kleinsma. Ja. En wat is dan vervolgens de rol van de verantwoordelijk minister voor grote ICT-projecten? Want het is zo'n groot ICT-project. Hoe gaat u daarmee om? Ja. Wat gaat u dan doen? Ik heb de informatie hierover opgevraagd en gezien dat Sociale Zaken de benodigde maatregelen heeft genomen. U gebruikt ook weer de term verantwoordelijk voor ICT-projecten. Sociale Verzekeringsbank stuur ik niet aan. Maar ja, waaruit bestaat die systeemverantwoordelijkheid dan wel? Je ziet, 30 miljoen wordt er verspeeld. De relatie tussen de opdrachtgever en een grote leverancier, kapot. Dat is toch een systeemprobleem? Of is het dan toch voor de staatssecretaris? Blijft het daar dan? Het systeemaspect van de Sociale Verzekeringsbank komt natuurlijk al heel duidelijk tot uiting, omdat dit typisch een van de diensten is waar je informatie wil kunnen delen. Dus die meedraait al die projecten waarbij we zaken willen harmoniseren. Als het gaat om een project wat mis aan het gaan is het ook typisch een project waarvan de ervaringen gedeeld worden tussen de CIO's. Dus die heeft mij daar ook over aangesproken. Maar niemand zag dit aankomen? Ik weet niet wat er precies binnen de Sociale Verzekeringsbank in het voortraject gebeurd is. Ik heb wel gezien dat daar maatregelen zijn genomen. U neemt ook af en toe maatregelen. Nogmaals, die nationale commissaris, daar komen we zo nog even op. Maar u heeft ook vorige week nog de zogenaamde CTO-raad doen oprichten, ongetwijfeld. Als onderdeel van het ICIO, van het interdepartementale commissie van CIO's. Wat was de aanleiding voor die oprichting van die CTO-raad? Ik heb niet persoonlijk een CTO-raad opgericht, eerlijk gezegd. Oké. Maar u weet wel dat die bestaat? Nee. Oké. Nou is een van de zorgpunten die we zowel vanuit de mensen die wij vanuit het Rijk spreken, zal ik maar zeggen, als vanuit de leveranciers, is dat er een eigenlijk onvoldoende betrokkenheid zou zijn van hoge ambtenaren, ministers bij de grote ICT-projecten. Herkent u dat beeld? Het is een heel algemene stelling. Ik heb aangegeven dat ik er vrijwel dagelijks mee bezig ben. Kunt u ook voorbeelden van collega's geven die echt op 1-2 wekelijkse basis een betrokkenheid tonen bij de projecten die onder hun verantwoordelijkheid, want nu mag ik het wel zeggen, vallen? Nou, ik ben niet op de hoogte van de tijdsbestelling. Ik weet wel dat ik met, als gezegd, nog het meest met collega Plasterk en Kamp. Maar ook met de heer Wiebes over de Belastingdienst, met Kleinsma, dat er regelmatig contacten over zijn. Ja, met u? Met u? Nou, vooral ambtelijk, maar met deze mensen, ik ook direct persoonlijk. Maar het gaat hier ook echt om het op niveau met elkaar communiceren tussen bijvoorbeeld het ministerie en de leverancier. Want een van de zorgpunten is dat nadat de opdracht verstrekt is, vaak het in de organisatie een beetje wegzakt, noem ik het maar. Is dat ook een zorgpunt voor u of herkent u het beeld niet? Dat, als u het zo formuleert, dat is zo breed. Ik heb de afgelopen tijd geen opdrachten verstrekt voor een groot ICT-project. Dus
kan niet uit praktijkervaring een invulling geven aan wat u zegt. Vanuit uw systeemverantwoordelijkheid, stel dat dit zo zou zijn, dat nadat eerst op het hoogste niveau bepaald is wat er ongeveer moet gaan gebeuren, en daarna wordt dat op een te laag of op een lager niveau in binnen zowel Rijk als misschien ook bij leverancier uitgevoerd. En dan komen daar problemen uit voort. Als dat zo is, als dat het beeld is, vindt u dan dat u vanuit uw systeemverantwoordelijkheid uw collega's zou moeten aanspreken dat zij wel degelijk op niveau een betrokkenheid zouden moeten hebben? Ik denk dat je bij ieder groot project, of dat nou ICT of een andere aanbesteding is, een nette planning- en controleprocedure moet hebben. En dat een bewindspersoon in ieder geval geïnformeerd moet worden als er dingen niet lopen zoals ze zouden moeten lopen. Ja. En heeft u zelf bijvoorbeeld wel eens moeten bemiddelen in een situatie waarin er een complex ICT-project was wat niet goed liep? Wordt dat wel eens aan u gevraagd? Niet omdat het niet goed loopt, maar in het kader van het upgraden van al die basisadministratie hebben we regelmatig om de tafel gezeten. Hè. Dat is een nieuw, maar wel heel wezenlijk traject. Wie hebben er dan om de tafel gezeten bedoeld? Plasterkamp en ik. Ah, oké. Okay. Ja. Ik begrijp wat u zegt, hè. Ik sta niet aan de knoppen van die projecten. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ik draai daar niet aan. Maar nou is toch het probleem dat in de door ons onderzochte, althans 6 van de 7, dat wij tot de conclusie komen, of liever gezegd het onderzoeksbureau dat voor ons heeft gedaan, dat stelt, en ik citeer letterlijk, gebrek aan kennis, interesse en tijd voor ICT-projecten op bestuurlijk niveau en vaak onduidelijke belegging en invulling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Komen ze echt zeer regelmatig tegen. We hebben hier, ik kan er een stuk of 10 noemen, maar ik noem er een paar. We hebben hier meneer Diederik Pad gehad van Hewlett-Packard. Die zegt wat je bij de overheid vaak ziet is dat de primaire behoeftesteller aangeeft wat hij wil. En dat hij daarna niet meer in beeld komt tot en met de besluitvorming. Je komt daarna bij andere mensen die gaan dat volgen. De Breedveld van Ordina die zegt, in de aanbieding zie je al dat het wat wegdrijft van de oorspronkelijke opdrachtgever. Tijdens de uitvoering, dan hebt het nog verder weg. Meneer Mentzonides van Logica vertelde ons, dat was ook erg interessant, hij had getekend. Hè? En ik dacht, maandelijks wil ik dan bij de Raad van Bestuur van UWV aanschuiven. En die kreeg te horen, volgend jaar zien we u alweer een keer. Met andere woorden, en dat is denk ik toch de achtergrond van de vraag van collega Van Menen. Je ziet dat degene die de beslissing nemen om bepaald project te gaan doen, in de beginfase er dan nog bij zijn en daarna glijdt het weg. Moet dat u als systeemverantwoordelijke, coördinator, of hoe het ook heten mag, niet grote zorgen baren dat dat cultuursysteem kennelijk zo werkt bij de Nederlandse overheid? En zou u in ieder geval niet moeten pogen daar doorheen te breken? Kijk, als er een consequent beeld is, dat bij grote investeringen, maar ik ga wel aan, dat zou ik bij ICT niet anders vinden dan bij andere grote investeringen. Er niet consequent planning en controle gemeten wordt. En dat lijkt inderdaad, een groot project lijkt me dat maandelijks, lijkt me logisch. Dan zou dat heel kwalijk zijn. En u heeft daar kennelijk informatie over. We hebben die een aantal ga ik met mensen, belangstelling lezen. We hebben een aantal mensen in datzelfde bankje gehad die ons dat vertelden, ja. Naar aanleiding van wat ons onderzoeksbureau ook heeft gevonden als rode draad. Waar iemand die zei, kijk, ik hou niet van het Engelse woord business case. Maar business case, daarmee krijg je dan de opdracht binnen. En hij zei, ja, business case, klaar is case. En daarna kijken we er niet meer naar. En dat baart ons grote zorgen. En wij zouden denken dat u daar misschien doorheen zou willen breken door te zorgen dat dat cultuurverschijnsel ook op andere departementen in ieder geval zou worden benoemd en dat er iets aan zou worden gedaan. Maar dan heb ik in ieder geval de indruk uit uw antwoorden nu niet thuis, want u zegt, je moet niet bij mij wezen. U heeft informatie die ik niet heb, hè? Want u bent onderzoek aan het doen waar u nu uit citeert. Als het zo zou zijn dat de aansturing van ICT-projecten een consequente fout heeft in de vorm, dit is de projectaansturing. Dit gaat niet over de techniek, maar dit gaat over de planning en controle. Dat is wat wij tot nu toe hebben gevonden. Dan lijkt me dat typisch iets wat je wel centraal met elkaar als procedure goed wil regelen.
En dat lijkt me dan iets wat je ook in dat overleg van die CIO's ook met elkaar ook echt afstemt en elkaar daarop aanspreekt. Dus als dat beeld eruit komt, dan is dat inderdaad iets waarop ingegrepen zou moeten worden. Nee, het is zelfs zo, en dat is het zorgelijke, op het gebied van procedures is het prima geregeld. Maar het gebeurt in de praktijk niet. Dat is dan heel zorgelijk, ja. Dus dat moet veranderen. Een ander gespreksonderwerp is geweest de hoeveelheid, ook hier bij de hoorzittingen eerder, hoeveel geld besteedt de Rijksdienst eigenlijk jaarlijks aan de ICT? En de schattingen lopen daarover uiteen. En mijn vraag aan u is, hoeveel geld besteedt de Rijksdienst eigenlijk jaarlijks aan ICT? Dat ligt de afgelopen jaren zo rond de 2 miljard. En je hebt altijd, eerlijk gezegd, bij boekhouding natuurlijk wel de vraag onder welke kostensoort je onderdelen boekt. De inzet van eigen mensen bijvoorbeeld. Maar u krijgt van ons gerapporteerd in de jaarrapportage bedrijfsvoering de ICT-kosten van de Rijksdienst. Die liggen rond de 2 miljard. Klopt het dat daarin niet de omvang van de personeelskosten zit en ook niet de omvang van de uitgaven van de zelfstandige bestuursorganen? Dat klopt. Twee keer, want zelfstandige bestuursorganen zijn naar hun aard zelfstandig gemaakt. Een discussie op zich, maar dat is de huidige status. En de personeelsuitgaven is precies voor wat ik geef. Je eigen personeelsuitgaven kan je boeken onder personeel of onder ICT of onder directoraat-generaal waarvoor die ICT wordt gedaan. Dus uw beschrijving klopt. Dus het bedrag ligt uiteindelijk nog een stuk hoger dan circa 2 miljard? Als je het personeel toerekent, maar je moet natuurlijk ook uitkijken dat je niet op die manier je postpersoneel, die waarschijnlijk ook interessant is, kunstmatig omlaag gaat brengen. Je moet natuurlijk niet twee keer boeken. En als we kijken naar de verspilling van overheidsgeld, hebben we hier ook een aantal sprekers gehad die daarover verschillende opvattingen eigenlijk over hadden. En mijn vraag aan u is ook, hoeveel geld verspilt de overheid naar uw mening doordat ICT-projecten mislukken of problematisch verlopen? Ja, ik zou het heel kwalijk vinden als dat gebaseerd moet zijn op meningen. Ik denk dat een enorme toegevoegde waarde van uw commissie ligt in het boven tafel krijgen van dat cijfer. Hè. Meteen in uw eerste week was er al die discussie tussen een van de mensen die hier een bedrag noemde en de Algemene Rekenkamer, die zei dat bedrag herkennen wij niet. Ik denk dat het zo wezenlijk is om boven tafel te krijgen hoeveel er nu echt het gevolg is van missers, hoeveel het gevolg van extra wensen, in welke mate dat afwijkt van wat je elders ziet bij grote ICT-projecten. Dat is cruciale informatie. Ik ben het met u eens dat het inderdaad cruciale informatie is. En dat het ook wezenlijk is om dat boven tafel te krijgen. Maar dan is mijn vraag aan u, waarom heeft u dat zelf nog niet gedaan? Ik heb natuurlijk regelmatig met mijn mensen een gesprek hierover. Wat is jullie inschatting van wat er misgaat? Ook zij lopen er tegenaan dat het begrip misgaan heel lastig te knippen is. Dus ik heb ook geen scherp bedrag. En hoe komt het dan dat vanuit de ambtenarij en dat vanuit de ambtenaren toch deskundige mensen met specifieke opleidingen, veel kennis, hoe komt het dat zij dan afgelopen tijd er ook nog niet in geslaagd zijn om dat bedrag naar boven te krijgen? En dan hebben we het in eerste instantie niet over het bedrag van de verspilling. Daar kan je nog over discussiëren, hè? Wat je daar dan onder verstaat. Nee, gewoon het bedrag dat er wordt uitgegeven. Ja, ik ben het niet met u eens dat het bedrag dat er is uitgegeven niet bekend is. Dat wordt aan u gerapporteerd. Je hebt altijd in boekhouding een discussie over waar je iets boekt. Daar kan je ook heel transparant over zijn. Want, maar het totale bedrag wordt niet aan ons gerapporteerd. Wij krijgen alleen de grote ICT-projecten bij het Rijk te zien. En dat zijn natuurlijk de projecten boven de 20 miljoen euro. En enkele hoogrisicotrajecten van 5 miljoen. U bedoelt dat u deel van de ZBO's? Nee. Want daar zitten natuurlijk alles. Ja, maar u zegt het totale bedrag wordt niet genoemd. Maar het is mij niet helemaal duidelijk welke delen u nu niet ziet die u zou willen zien. Eigenlijk de onderbouwing van het bedrag van u van de 2 miljard. Dat is bij ons, als ik het zo goed begrijp, niet volledig bekend.
Het is geen enkel probleem om u, maar dat laat ik aan schriftelijk doen, preciezer te informeren over welk deel daaronder geboekt is. En als we dan terugkijken naar het mislukken van ICT-overheidsprojecten, of eigenlijk het geld dat nodeloos verloren gaat omdat een aantal factoren niet op orde zijn. U zegt van, die vraag heb ik zelf ook in mijn organisatie gesteld. Mijn medewerkers geven aan mij terug dat zij ook niet de informatie boven water kunnen krijgen. Waar ligt dat aan? Omdat het klaarblijkelijk lastig is om een knip te maken tussen datgene wat meer kost door veranderende wensen uit de organisatie of uit de politiek. Datgene wat misgaat, bijvoorbeeld omdat de aansturing onvoldoende is. Datgene wat misgaat omdat het misschien te laag geraamd is. Een bekend verschijnsel uit bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Dus die informatie krijg ik nu niet helder boven tafel. En ik heb daar wel een aantal verklaringen bij die ik ook begrijp, maar daarmee nog geen antwoord. U komt zelfs uit het bedrijfsleven. Als u een vergelijking trekt tussen uw ervaringen uit het bedrijfsleven en nu uw ministerschap bij de overheid, zou u hetzelfde antwoord hebben gekregen binnen de bedrijven waarvoor u gewerkt heeft? Punt 1, daar ging regelmatig iets mis. Ik heb overigens maar bij één bedrijf gewerkt, zoals de heer Elias zei, toen dat nog een eerzaam beroep was bij ABN AMRO. Heel sterk afhankelijk van ICT, daar ging regelmatig iets mis. Dat is nog steeds zo. Als kranten lezen, ziet u natuurlijk ook regelmatig dat betaalsystemen eruit liggen of dat er geslaagde hackpogingen zijn. Vandaar dat ook een van de punten was die ik net noemde als mateloos fascinerend is. In welke mate gaat er meer mis dan in bedrijven? Want er zijn echt bedrijven failliet gegaan door mislukte ICT-projecten. Net zozeer als er bedrijven zijn verdwenen omdat ze niet snel genoeg meebewogen met ICT-ontwikkelingen. Over het algemeen hebben bedrijven een scherpere mentaliteit als het gaat om kosten en opbrengsten. Als de kosten structureel hoger zijn dan de opbrengsten, dan ben je snel failliet. Dus dat zal vaak leiden tot wat sneller ingrijpen, maar het leidt er zeker niet toe dat daar op het gebied van ICT geen hele grote missers zijn geweest. Maar dan maak ik uit die vraag op, want ik vroeg u niet zozeer of er daar iets misgaat. Dat gaat natuurlijk bij de overheid en het bedrijfsleven iets mis. Maar ik maak uit uw antwoord wel op dat er beter inzicht is bij het bedrijfsleven wat er misgaat en wat daaraan de verbonden kosten zijn. Ja, maar ik zou uitkijken met de algemene stelling het bedrijfsleven. Dan zou je een aantal vergelijkingen van mislukte projecten en die zijn er bij bedrijven naast mislukte projecten bij de overheid moeten zetten. Nogmaals, in zijn algemeenheid durf ik al de stelling aan dat daar sneller wordt ingegrepen als de kosten te hoog zijn. Maar in welke mate daar meer projecten of minder projecten mislukken dan bij de overheid, ik heb daar nog nooit een onderzoek van gezien. Dus dat blijft inderdaad ook voor mij een beetje inschatting. U zei net van het is best lastig te kijken, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, wij krijgen van als Kamer rapportages over met name de grote ICT-projecten en de risicovolle ICT-projecten tussen 25 miljoen. Maar niet of projecten met een lager risico of projecten onder de 5 miljoen, die krijgen we al sowieso niet te zien. Zou u vinden dat dat wel zou moeten gebeuren? Ja, daar gaat de Kamer uiteindelijk zelf over natuurlijk. Ik voel hem al aankomen. Maar ook voor uw eigen inzicht? U en ik moeten de informatie vragen die we nodig hebben om ons werk te kunnen doen. Ik denk zelf dat een grens onder 5 miljoen voor zo'n grote organisatie, als het gaat om ICT-projecten, weinig extra's oplevert. Dus ik ga daar zelf intern ook niet om vragen. Goed, maar u zei net tegen ons van, nou, het lijkt me heel belangrijk dat deze commissie toch een beeld gaat geven van de verspilling. Hè, de mate waarin er nu in het verleden in ieder geval geld niet goed besteed is. Is het dan ook niet verstandig om daar toch iets helderder ook naar de toekomst toe in te worden van wat we daar precies onder verstaan? Ik denk bijvoorbeeld aan
De beheerskosten. U kent waarschijnlijk ook de discussie over open en closed sources. In de zin van dat bijvoorbeeld de gemeente Ede overgestapt is naar open source. Dus iedereen kan onder de motorkap kijken. En het schijnt zo te zijn, we zullen dat ook nog vast dat de kosten op dat vlak met 92% gedaald zijn. Het zou één element kunnen zijn van de vele kosten. Hoe kijkt u naar een soort definitie van wanneer we nu eigenlijk over verswilling spreken? Is dat niet nuttig? Ja, dat is cruciaal. Omdat je anders inderdaad ook blijft zitten in een moeizame discussie. Was dit verspilling of waren dit extra politieke wensen of speelde hier iets maar op? Maar komt deze vraag voor het eerst nu bij u op? Nee, ik gaf wel aan dat sinds ik minister ben, ik de vraag, is die verspilling of zijn mislukte projecten, is dat goed zijn formatig in kaart te brengen? Die vraag ook intern gesteld heb. En wat zegt ze dan? Zeg ik nu even na, want ik was even met die. Ja, als gezegd dat het dan heel nauw luistert hoe je mislukking, precies uw punt, definieert. Is een kostenoverschrijding omdat er meer wensen zijn, is dat een mislukking? Of is dat het gevolg van de wensen? Is een kostenoverschrijding die niet door extra wensen komt een gevolg van een slechte raming? In ieder geval uit de infrastructuurwereld kennen we het voorbeeld frequent. Om project haalbaar te maken, aanvankelijk de kosten geraamd te maken. Komt het omdat niet iedere maand iemand zegt, en mag ik nu eens zien hoe ver het staat met het project en wat de uitgaven zijn? Dat beeld is er nu niet. Ik heb het ook niet. En dat zul je wel nodig hebben om het onderscheid te kunnen maken tussen verspilling en andere types extra uitgaven. Wat is uw verklaring ervoor dat er nu niet is? Want u geeft een aantal onderscheiden die nuttig zijn, nodig zijn. We zitten hier niet de zwarte pieten, hè, en u het probleem in de schoenen te schuiven. Maar wat is de verklaring ervoor dat we dat de afgelopen 10 jaar, daar bent u sowieso voor 8,5 jaar uit beeld, dat we dat niet hebben gedaan? Er zijn zeker pogingen gedaan. Er zijn de Algemene Rekenkamerrapporten. Er is een commissie hier uit de Kamer geweest. Die hardnekkig stuit op eigenlijk de kluwen die ik net ook schets. Nog één vraag trouwens. Tot 1995 kreeg de Kamer een overzicht van alle ICT-projecten. Met een beschrijving daaronder van wat ze kosten, hoe ze eruit liepen, hoe dat zich ontwikkelde. Dat kostenoverzicht is gestopt in 1995. Ik laat even in de sloot om welke reden en wie dat besloot. Zou het nuttig zijn als we dat weer gingen maken? Als die informatie iets toe kan voegen aan de besluitvorming. Ik gaf net al aan dat ik zelf gezien de grote omvang van de ICT-project die grens van 5 miljoen echt wel een logische ondergrens vindt. Dus ik heb zelf bij de aansturing niet de behoefte om daar nog onder te gaan. Je zou kunnen redeneren dat de Kamer vanuit het budgetrecht dat hij heeft in ieder geval het overzicht moet hebben van wat er in totaal wordt uitgegeven. Maar goed, het is aan ons om daar dan de Kamer krijgt alle informatie die ze vraagt. Ja. Helder. Een van de manieren om het te verbeteren is het CIO-stelsel. Elk ministerie een eigen Chief Information Officer die dan ook nog bij elkaar komen in het zogeheten ICIO. Als u daar naar kijkt, wat heeft dat dan, het tot stand brengen daarvan en sinds een paar jaar het werken daarvan, wat heeft dat teweeg gebracht? Dat is voor mij een deel geschiedschrijving. Hè. Ik heb natuurlijk geïnformeerd hoe was het voor die tijd. Want daar was ik, als Kamerlid volgde ik dat op enige afstand. Maar daar zegt eigenlijk iedereen vol overtuiging. De stappen die daar gemaakt zijn met samenwerken, standaardiseren, gezamenlijk inkopen, gezamenlijke procedures. Zijn groot en waren voor die tijd ook vaak onbespreekbaar. Omdat ministers, ministeries zo gehecht waren aan de departementale autonomie dat dat niet kon.
En de tastbare voorbeelden daarvan zijn inderdaad die datacenter, die gemeenschappelijke kantoorautomatisering, af kunnen spreken van gemeenschappelijke standaarden. Dus daar zijn zeker stappen gezet. Ziet u ook nog mogelijkheden om dat stelsel beter te laten functioneren? Aan het begin ben ik uitgebreid ingegaan op het onderscheid ondersteunende processen aan de bedrijfsvoering, waar ik veel mogelijkheden zie. En de automatisering van primaire processen waar ik ze op dit moment niet helder op het netvlies heb. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de plek van die CIO, al dan niet aan de bestuurstafel, schijnt per ministerie nogal te verschillen. De doorzettingsmacht, ook richting de ZBO's bijvoorbeeld. Mevrouw Ter Horst, een van uw voorgangers, die heeft er ook het een en ander over gezegd. Het was eigenlijk haar intentie destijds om dat zo te realiseren. Is dat ook nog steeds uw intentie? Voor de bedrijfsvoering van ZBO's gaan we met de Kamer in discussie. Als het gaat om de plaats in de bestuursraad en daar doorzettingsmacht... Ik vind het logisch dat uiteindelijk de secretaris-generaal in zo'n bestuursraad de knoop doorhakt. Net zoals een financiële man of vrouw in een bestuur een cruciale rol heeft, maar de hoogst algemeen verantwoordelijke uiteindelijk mag zeggen, we doen het toch wel of niet, geldt dat ook bij ICT-projecten. Omdat ergens, en dat is onvermijdelijk altijd bovenin de piramide, de integrale afweging tot stand komt. Nee, dat begrijp ik, maar het gaat ook om, is die informatie daar beschikbaar? Zit die persoon daar aan tafel om maximaal degene die het besluit uiteindelijk moet nemen te informeren? Dat schijnt per ministerie nogal verschillend te zijn. Ja, dat verschilt per ministerie. Wat vindt u daar als systeemverantwoordelijke voor? Ja, ik geloof niet in een lijstje met die en die personen moeten bij de bestuursraad zijn. Ik geloof wel in het echt in de haarvaten doordrongen raken van het enorme belang van ICT. En de grote aansturingsrisico's die je loopt bij die grote projecten. Maar wat doet u dan om dat ook bij uw collega's te bewerkstelligen, want daar hebben we het dan over, denk ik. Nogmaals, we hebben een heel stelsel in gang gezet. Ik heb ook aangegeven waar ik daar verbeteringen op zie, maar die zie ik niet in verplichte aanwezigheid in bestuursraden. Uw voormalige minister Donner die heeft ook op 15 november 2011 de e-strategie aangeboden aan de Tweede Kamer. U heeft dat overgedragen gekregen toen u minister werd. En wat vond u eigenlijk van de e-strategie toen u het dossier voor het eerst onder ogen kreeg? Logisch. Maar nogmaals, nooit af. Dus ik zal na de zomer ook met een vervolg komen. Omdat sinds 2011 bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond big data enorm zijn. We inmiddels ook gewoon weer meer geleerd hebben. Maar de hoofdlijnen, dat hoort u ook in mijn beantwoording. De hoofdlijnen daarvan vind ik nog steeds logisch. Daaruit blijkt ook dat in de e-strategie is vooral ook veel aandacht voor de procedures die ICT-projecten moeten bij de overheid moeten helpen beheersen. Dat is absoluut noodzakelijk, daar hebben we het zelf ook al hierover gehad. Maar het succes van ICT-projecten hangt natuurlijk niet alleen af van procedures. De Algemene Rekenkamer heeft in haar rapporten daar ook heel erg duidelijk gezegd dat een van de belangrijkste oorzaken van het falen van ICT-projecten is het ICT-enthousiasme, de overambitieuze en veranderende politieke doelstellingen. Wat heeft u ondernomen als het gaat om die meer culturele oorzaken die het falen van ICT-projecten veroorzaken? Nou, deze opmerking van de Rekenkamer herken ik. En ook ik heb als minister in debatten in de Kamer moeten wijzen op uitvoeringsvraagstukken. Hè, in mijn andere portefeuille. Welke uitvoeringsvraagstukken waren dat? In mijn andere portefeuille ben ik hier uitgebreid in debat geweest over de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Daarbij zag je ook dat er zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer wensen waren die een groot beroep op extra automatisering zouden doen. Bijvoorbeeld dat bij een verandering van het inkomen automatisch de huur aangepast zou worden. Een deel van de Eerste Kamer kwam met het voorstel om een heffing niet op te leggen aan corporaties, maar rechtstreeks aan huurders. En die zou dan gerelateerd moeten zijn aan de hoogte van de huur in relatie tot de maximale huur die je mag berekenen in zo'n woning. Bij al die voorstellen heb ik steeds gezegd dat is uitvoeringstechnisch niet haalbaar. Het is niet zo dat je nooit een programma en een database daarvoor zou kunnen maken, maar we hebben nu geen database van sociale huurwoningen. We hebben geen database van het woningwaarderingsstelsel. Inkomensgegevens worden pas na gemiddeld 2 jaar definitief. Dus in de rol van, want hier zie je duidelijk het primaire proces, in dat deel van mijn portefeuille. In die rol heb ik in het politieke debat een heel scherp aangegeven. Deze politieke wens is een onhaalbare opgave, gezien de automatiseringsvraag die met zich mee zou brengen. Een van de vraagstukken uit ons rapport is inderdaad ook wat we onderzocht hebben. De vele wijzen waarop de Tweede Kamer, Eerste Kamer soms verzoeken doet die niet goed uitvoerbaar zijn. Waarbij het ook van belang is dat een minister inderdaad nee zegt tegen een verzoek van de Kamer en ook duidelijk aangeeft waarom dat niet kan. U zei zo net dat de I-strategie voor u eigenlijk wel een goede lijn was. Maar we hebben hier ook een aantal andere mensen gehad, vooral ICT-leveranciers, die zeiden van ja, de ICT-strategie geeft eigenlijk op een aantal zaken nog niet goede antwoorden. Dan ging het onder andere over een Stefan Breedveld die heel duidelijk zei, ja, wetgeving is veel te complex. Het is veel te verschillend. Jan Flippo, CEO van Amsterdam, die zegt van ja, die vraagbundeling die plaatsvindt nu in de aanbestedingen, die zorgen alleen maar nog voor nog ingewikkelde ICT-projecten. Er is nog te weinig standaardisatie binnen de Rijksoverheid. Hoe kijkt u daar tegenaan, zeker met het oog op het actualiseren van de I-strategie? Die complexiteit herken ik, maar ik denk dat een belangrijk onderdeel van het debat tussen regering en Kamer de komende jaren zal zijn, wat is uitvoerbaar? Hè? De Belastingdienst is daar natuurlijk uitgebreid mee in de publiciteit. Mijn collega Wiebes heeft daar een stevige kluif aan, maar ik schets het even uit mijn deel van het regeringsbeleid, hoe je daar tegen die plaats aanloopt. Dat heb je natuurlijk eigenlijk bij iedere portefeuille, dat er aan de ene kant de wens is om, en op hele goede gronden, om bepaalde groepen te kunnen ontzien, om effecten in de tijd te kunnen spreiden, om koppelingen te kunnen leggen tussen systemen. Maar dat, zeker als dat onder tijdsdruk moet gebeuren, je daarmee een enorm risico introduceert dat het niet, en zeker niet binnen tijd en kosten gaat lukken. Zou u vanuit uw systeemverantwoordelijkheid dan ook eigenlijk de mogelijkheid willen hebben om dan een rode kaart te kunnen trekken? Van, ho, stop. Nou, ik kan geen rode kaart naar de Kamer trekken. Nee, maar naar uw mede, naar de regering, uw medeministers. U gaf net aan, u legde net uit over het uitlopen van ICT-trajecten. Het begrip rode kaart is natuurlijk een voetbalterm. Voor een scheidsrechter die ook als enige in dat veld een bepaald recht heeft. Als ik zoiets zou waarnemen, nogmaals, dan zou dat eerst ambtelijk tussen de CIO's uitgewerkt, uitgevochten worden, zo u wilt. Dan zou ik dat met een collega bespreken. En uiteindelijk komt zoiets in de ministerraad. Dan is de ministerraad die wel of niet het project uit het veld stuurt. Dus dan eerst vindt dus nu in de huidige gang van zaken dus dat overleg tussen CEO plaats. Alleen we hadden ook hier de CEO Kotterman op bezoek, uw Rijks-CEO. En die zei van ja, ik zou eigenlijk op dat soort momenten ook wel vaak zelf met de vuist op tafel willen slaan. Ja, die momenten hebben wij allemaal. Nogmaals, voor de pure ondersteunende bedrijfsvoering denk ik dat dat ook mogelijk is. Daar zijn de eerste stappen gezet, maar daar denk ik dat je verder kan gaan. Om welke uniformering van diensten heeft u het dan? U heeft al verschillende keren aangegeven, ja, de ondersteunende diensten gaan we uniformeren en standaardiseren. Welke diensten heeft u het dan precies over? Nou, waar bijvoorbeeld grote stappen zijn gezet is de pure kantoorautomatisering.
datacentra bij de al genoemd. Bedrijfsvoering is een breder begrip dan ICT. Je ziet bijvoorbeeld op het gebied van personeelszaken dat er binnen een CAO toch nog vaak verschillen zijn tussen, tussen ministeries. Dus op het gebied van ICT denk ik dat we de bedrijfsvoering redelijk geharmoniseerd hebben, maar dat het de, tussen de ministeries, hè, dat het bij de andere onderdelen van de bedrijfsvoering ik nog steeds grotere verschillen zie. Dus dat, u zegt eigenlijk op het gebied van ICT zie ik daarin niet een verdere standaardisatie, maar hoe verhoudt zich dat dan tot de wens tot een generieke digitale infrastructuur? Ja, de ICT voor de ondersteunende bedrijfsvoering. Helder. Een laatste punt met de e-strategie is dat je ziet dat het Rijk steeds meer aanbestedingen gewoon bij elkaar wil voegen. De zogenaamde vraagbundeling. En uit voorgaande gesprekken, onder andere met Jan Flippo, oud-directeur informatisering van Buitenlandse Zaken, tegenwoordig CEO van de gemeente Amsterdam, die zegt dat leidt tot lastig te managen megalomane projecten en ook tot meer rechtszaken over de aanbestedingsprocedures met ICT-leveranciers. Herkent u dat? Ik weet niet waar hij concreet op doelt. Ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk altijd een balanceerkunst hebt tussen voorkomen dat ieder ministerie of zelfs onderdeel van een ministerie zijn eigen inkooprelatie aangaat, waardoor je kortingen misloopt, waardoor je deskundigheid gaat versnipperen. Dat is de reden waarom we inkopen, overigens niet alleen voor ICT, maar ook op andere tijden, terreinen, combineren op die plaats waar het ook het meest plaats vindt. Dat zou door kunnen schieten en daar doelt de heer Filippo waarschijnlijk op. In die zin dat je dan projecten aan elkaar gaat koppelen die, of in ieder geval inkooptrajecten die inhoudelijk echt niets meer met elkaar te maken hebben. Van dat laatste ken ik geen voorbeelden, maar die kan hij er ongetwijfeld bij leveren. Van mij. Ja, ik ga nog heel even toch door op de e-strategie, als u het goed vindt. En ook zelfs als u het niet goed vindt. Dat is flauw. Van de heer Kotteman, de Rijks-CIO, hebben we begrepen dat de e-strategie ook binnenkort geactualiseerd wordt. En kunt u nu al aangeven voor onze commissie wat de speerpunten van die geactualiseerde e-strategie zullen zijn? Nou, in ieder geval zullen twee componenten daar belangrijk in zijn. Dat zijn die digitale basisadministraties en de opkomst van de big data. Ja. Ja, ik zeg ja, omdat de heer Kotteman, hij noemde er drie. De realisatie van een Rijkscloud en hij noemde ook nog de betere beveiliging. Dat zijn ook. Wanneer kan de Tweede Kamer dat verwachten? Heeft u daar al een beeld van? Na de zomer. Sorry? Na de zomer. Ja. En heeft u ook nog verdere ambities om door de inzet van ICT te bezuinigen op de Rijksdienst? Bij die SGO-projecten zijn er twee met een heel nadrukkelijke ICT-component. Dat zijn de basisadministraties en de digitale communicatie. De derde, de ondersteunende diensten, heeft mede een ICT-component. En bij de rapportages daarover geven we ook aan hoeveel we inschatten dat je daarmee kan bezuinigen. Dat is altijd een proces van steeds preciezer inzoomen, want ook daar begin je natuurlijk eerst met een inschatting maken. Kan je hier nog slagen maken? Hoeveel denken we ongeveer dat het is? En dat naarmate je het verder uit gaat werken, blijkt welk deel daarvan te realiseren is. Wat betreft de financiële kant, heeft de e-strategie ook nog kanten om de grotere ICT-projecten beter te gaan beheersen? Zit daar nog een element in? De e-strategie is niet klaar. Als ik hem klaar had, zou ik hem aan u sturen. Dus, maar is het uw voornemen om daar ook nog op dat gebied iets te vinden? Wel voor de ondersteunende bedrijfsvoering. Voor de primaire processen heb ik dat nu niet voor ogen.
Heeft u recent, althans het kabinet heeft recent een nationaal commissaris digitale overheid aangesteld. Dat heeft onze commissie natuurlijk enigszins verrast, want we hadden misschien gehoopt of verwacht dat u zou wachten tot de conclusies van onze commissie klaar zouden zijn met zulke maatregelen te nemen. Kunt u aangeven wat de directe aanleiding was voor die benoeming? De directe aanleiding was het rapport van de heer Kuipers, wat u volgens mij kent. Waarvoor al geruime tijd geleden de opdracht was gegeven, omdat ook ambtelijk was geconstateerd dat zowel de koppeling tussen digitale infrastructuur van Rijk en mede-overheden niet optimaal was, als de financiering. De heer Kuipers adviseert in zijn rapport om daar één nationaal coördinerend persoon op te zetten. Juist ook omdat je hier met Huis van Thorbecke aan het begin al over kwamen te spreken, met het Huis van Thorbecke in aanraking komt, dat je uiteindelijk ook die mede-overheden mee zult moeten krijgen. Dus we hebben de aanbeveling van de heer Kuipers op deze manier uitgevoerd. Nou, ik heb deze vraag ook gesteld aan uw voorganger, mevrouw Ter Horst, mijn voorganger in deze stoel, zeg ik het nu maar eventjes. Zij had het over dat er eigenlijk al veel te veel gecoördineerd wordt. Ik zal een Leids voorbeeld geven. Wij komen allebei uit Leiden. Aad van der Luit, u waarschijnlijk wel bekend. Nee. Maakt niet uit. Leiden was tot mijn 18e. Dus, dat is ook al een beetje oude geschiedenis. Oud raadslid. Toen wij het daar over in de Leidse gemeenteraad over de aanstelling van een topsportcoördinator hadden, toen zei hij, als je in Leiden een kwartier je schuur open laat staan, dan zit er een coördinator in. Even in dat verband, wat is nu precies de verwachting van het coördineren dat deze commissaris gaat doen? Nogmaals, hij staat al in dit plaatje, hè? Er valt heel wat te... De vergelijking met de schuurtjes in Leiden vind ik misplaatst. Er is hier een uitgebreid rapport dat zegt er ligt een grote opgave in het koppelen van de digitale infrastructuur Rijk, mede-overheden, ZBO's. Dat raakt ook precies wat ik al aangaf. De ICT ontwikkelt zich heel snel, het publiek ontwikkelt zich heel snel, die willen niet meer naar een loket. Dus het zou heel onverstandig zijn om in een soort van kramp te schieten en niet als overheid ook mee te gaan in die beweging. Dat rapport legt de vinger op twee gevoelige punten. Hoe financier je zo'n systeem waar iedereen een belang bij heeft, maar niet altijd degene die betaalt ook direct het profijt heeft? En hoe zorg je dat binnen dat Huis van Thorbecke je toch goede afspraken kunt maken? Dat vind ik heel reële problemen. Ik moet er echt niet aan denken dat, of het nou is de toegang via DigiD of de achterliggende basisadministraties, dat die ingehaald worden door nog slimmere hackers, of dat de capaciteit onvoldoende wordt voor de toepassingen die we willen, of dat we de decentralisaties daarmee niet kunnen mogelijk maken. Dus ik vind het een cruciale aanbeveling en vandaar dat we ook hebben besloten die op te volgen. Helder. Nog één laatste vraag op het punt van de e-strategie. Dat gaat dan, kom ik nog even terug op die open sourceware. In Engeland is men daar eigenlijk toe overgestapt, omdat het beeld daar was, en dat is eigenlijk voor Nederland volgens onze commissie ook wel redelijk aan de orde, dat het een soort overlevering, een soort overgave bijna is aan grote ICT-leveranciers, hè, die vendor lock-in heet dat dan. Je zit helemaal vast, want alles wat er ooit nog moet gebeuren, dat zal je met die leverancier moeten doen, want je mag niet onder de motorkap kijken. Dat is in Engeland, is men daarvan losgekomen. Is dat ook uw voornemen voor Nederland? Volgens mij is het al zo dat waar dat mogelijk is, er gewerkt wordt met standaard software of met open source software. Het zal niet altijd kunnen. En in welke gevallen kan het niet, volgens u? Wanneer het een heel specifieke... Als de leverancier het niet... Wanneer het een heel specifieke toepassing is. Ik hoop niet dat wij DigiD met open source software doen. Maar we hebben nog steeds wel als Rijksoverheid een contract met Microsoft. Dat kost een miljard per jaar. En dat is gesloten software, gesloten standaarden. Ja, dat... En we hebben nog en de Rijksoverheid heeft nog een Windows XP-probleempje, waar ook nu sloten met geld naar buiten gaan, omdat de Rijksoverheid niet tijdig ervoor gezorgd heeft
dat we op een nieuw systeem zijn overgegaan. Er is natuurlijk een enorme erfenis van bestaande software die op dat moment state-of-the-art was. Het was op dat moment heel logisch om met Windows XP te werken, volgens mij. Die je ook niet zomaar de deur uit kunt doen. Dus ambitie naar standaard en open source deel ik, maar dat is niet dan opeens ook de state-of-the-art. En daarin geeft u inderdaad duidelijk aan dat gesloten standaarden kan je inderdaad niet zomaar de deur uit doen. En dat maakt het ook extra lastig. Maar ik wil graag met u nog van gedachten wisselen over het opdrachtgeverschap. Want... Ja, maar de heer Udebelt zit al een tijd. We gaan dat punt zeker behandelen. Maar de heer Udebelt wil nog een aanvullende vraag stellen op een eerder onderwerp. Ja, de vraag is of de nationaal commissaris ook een taak krijgt om die grote overheidsprojecten beter te laten lopen. Nee. Nu hebben wij hier een bedrijfsjurist. Althans, niet buiten de taakgebied wat ik net omschrijf. Het koppelen van de systemen tussen verschillende overheden en de financiering daarvan. Het antwoord was duidelijk, nee. Maar nu hebben wij hier een overheidsjurist gehad, een bedrijfsjurist voor veiligheid en justitie. En die zegt, de overheid die betaalt altijd aan leveranciers. Ook bij wanprestaties. Daar zit dus, zou je dan denken, een vorm van verspilling in. In die discussie hadden we het ook. De overheid, dat zijn de kippen en de leveranciers, dat zijn de vossen. Hoe kijkt u vanuit uw systeemverantwoordelijkheid aan tegen die relatie met leveranciers? Ja, als dat zo is, is dat heel zorgelijk. Ik heb in mijn periode geen grote betalingen hoeven doen aan softwarebedrijven. Maar als dat beeld bevestigd wordt als structureel, dan is dat heel zorgelijk. Maar een systeem, minister met een systeemverantwoordelijkheid, u heeft ook teruggekeken. Herkent u zich in het beeld van de kippen en de vossen? En zo nee, hoe ziet u dan de relatie met de ICT-leveranciers aan de overheid? Dat is een heel brede vraag. Dat u die specificeren. Want de relatie van ICT-leveranciers met de overheid? Nou ja, er zijn mensen die zeggen van ICT-leveranciers zijn graag bij de overheid over de vloer, want er wordt altijd betaald. Ook bij wanprestatie. Als dat zo is, dan zou dat natuurlijk onjuist zijn. Maar ik heb geen harde feiten op tafel dat er voortdurend bij wanprestatie wordt betaald. Nou ja, dat is wat wij te horen gekregen in de openbare hoorzitting van de heer Leter, die in de aanbestedingscontracten zit en de naleving daarvan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dus ik neem aan dat hij gelijk heeft. Maar u heeft daar verder nooit onderzoek gedaan naar de rol van de vos in het kippenhok? Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. En nogmaals, als dat structureel... Ik vind één mededeling, die kan waar of niet waar zijn. Of het kan een nuance bevatten. Op één mededeling kan je op zich nog niet reageren. Maar nogmaals, als dat inderdaad een structureel verschijnsel is, dan is dat onjuist. Dan moet daar ingegrepen worden. Het is, wij kunnen natuurlijk niet breder praten dan de 7 projecten die we hebben onderzocht en de mensen die we hier gehad hebben. Maar sprekende over 6 van die 7 projecten en een aantal van de gesprekken die we hier gevoerd hebben, rijst daarop een minst genomen het beeld op dat de overheid als opdrachtgever niet scherp genoeg met zijn leveranciers A onderhandelt en daarna met hen handelt. Zeker niet als projecten stopgezet zouden moeten worden. En het verschijnsel dat in het vreeswekkende jargon vendor lock-in wordt genoemd, dus leveranciersafhankelijkheid, zo vertalen we dat, regelmatig optreedt. En dat ten detrimente van geld dat door de overheid wordt uitgegeven. En dat vinden wij een zorgelijk punt. En ik hoor u ook. Dat vind ik een zorgelijk punt. Als u inderdaad kunt laten zien dat het structureel gebeurt, dat begrijp ik van u, dan is dat niet alleen zorgelijk, maar dan moet erop ingegrepen worden. Nou, in ieder geval relatief vaak in de door ons, toevallig dan, onderzochte projecten. En dan is de vraag, zonder flauw te doen over dat systeem verantwoordelijk, nog steeds blijven, hoor ik u zeggen, en ik verifieer het, individuele ministers verantwoordelijk voor dat soort uitwassen? Ja, als het gaat om het primaire proces. U heeft en dan het gaat hier, het hier over projecten. U heeft het hier over iets wat kennelijk vaak voorkomt bij meerdere projecten. Dan is dat wel typisch een onderwerp, net als we
net hadden over de planning- en controlcyclus die mogelijk in te veel gevallen niet strak gehandhaafd wordt, dan is dit ook typisch een onderwerp wat de CIO's met elkaar moeten delen. Waar we elkaar ook dan op moeten gaan aanspreken, omdat dat inderdaad een situatie is die niet acceptabel is. Dat laatste is zeker het geval. Mevrouw Bruinslot. Dat is inderdaad één aspect van het opdrachtgeverschap. Ons onderzoek en de hoorzittingen tot nu toe laten eigenlijk ook geen rooskleurig beeld zien van het opdrachtgeverschap bij de Rijksoverheid. Om daar een aantal zaken uit te in ieder geval even naar voren te brengen. Ons onderzoek gedaan door Policy Research zegt dat een gebrek aan zowel ICT-basiskennis als specialistische ICT-deskundigheid leidt tot verantwoordelijkheid zonder kennis, besluitvorming zonder zicht op consequenties en inadequate processen. Hoogleraar Verhoef die heeft het ook wel goed samengevat van ik heb de kennis daarvoor die nodig is bij de overheid ook nooit aangetroffen. En opvallend was ook dat in het rapport van de heer Kuipers, waar u zelf ook al zo net naar verwees, staat ook zeer duidelijk onderkend daarbij dat beleidsgeoriënteerde mensen vaak nog een blinde vlek hebben voor zaken als informatiemanagement en ICT en de noodzaak om dit soort zaken domeinoverstijgend onder ogen te zien. Herkent u dit beeld? Ja, dat is ook wel een reden waarom we in de opleiding van met name het management, dat verantwoordelijk is voor beleid. Bijvoorbeeld de opleidingen voor de ABD-groep, de topgroep. ICT en het aansturen van ICT-projecten een centrale plaats geven. Opleiding is één. Maar wat gaat u nog meer doen om dat komende tijd te verbeteren? Ja, dan heb ik ook een specifiekere vraag nodig. Want u gaf aan dat er bij de beleids verantwoordelijk onvoldoende ICT-kennis was. Ik heb u aangegeven wat we daaraan doen. En ook het opdrachtgeverschap. Maar het opdrachtgeverschap heeft niet alleen met kennis te maken, maar natuurlijk ook met cultuur, uitwisseling van ervaringen. Of zegt u nee, we gooien alle mensen naar het APD. ABD is boven schaal 15, volgens mij. Alle mensen met schaal 15 en meer, die laten we die cursus doen, die opleiding doen. En dan is het goed. Nee. Maar het begint, alle aspecten die u noemt, kennis en cultuur en bewustzijn, beginnen toch met het opleiden van mensen die kennelijk vanuit een ander vak komen, zijn beleidsdeskundigen. Begint toch met het opleiden en bewustmaken van mensen en vraagt vervolgens natuurlijk voortdurend onderhoud. Een ander aspect dat naar voren is gekomen is dat de overheid te vaak externe kennis inhuurt. We zien ook in de totale uitgaaf voor de externe inhuur over het jaar 2013 ook weer stijgen met 100 miljoen. Dit is trouwens niet alleen de externe inhuur voor ICT. Heeft u plannen om dat nog komende tijd te veranderen, om de externe inhuur ook op het gebied van ICT terug te brengen? Externe inhuur is niet per definitie slecht. Je moet geen terreinen waarvoor je intern alle kennis moet hebben en up-to-date kunt houden, afhankelijk maken van externe inhuur. Maar wanneer een project begrensd is in de tijd of de specifieke deskundigheid vraagt die je niet permanent zelf kunt hebben, en dat kan in een snel ontwikkelend terrein als ICT snel het geval zijn, dan kan het heel rationeel zijn om met externe inhuur te werken. Hier is ook de heer Eilander geweest. Hij is hoofdinkoop bij het Rijk. Hij heeft heel duidelijk gezegd dat de externe inhuur van kennis op verschillende niveaus is voor wat betreft ICT te ver doorgeschoten. En hij gaf ook duidelijk aan dat maakt eigenlijk het opdrachtgeverschap in feite onmogelijk. Hoe kijkt u aan tegen de opvatting van deze directeur die dagelijks in zijn werk mee te maken heeft? Ook hier gaat het weer om het juiste midden vinden. Nogmaals, ik geloof niet in het niet hebben van externe inhuur. Maar je moet er niet volstrekt afhankelijk zijn. Dus zegt u daarmee, we huren nu niet te veel externe kennis in? Ik heb nu geen signalen, anders dan de uitspraak die u net noemt, dat het geval is.
Een ander punt wat ik nog kort aan u wil vragen is... op de eerdere hoorzittingsdagen is dat er ook sprake is van een leeglopen bij uw DG-organisatie Bedrijfsvoering Rijk. Dat heeft onder andere ook de heer Maarten Hillenaar aangegeven. Die maakt zich daar erg zorgen om, de oud-Rijks-CEO. Herkent u dit beeld? Een leegloop? Ja. Nee, iedere directoraat-generaal heeft een taakstelling om de besparing op de Rijksdienst te realiseren. Maar ik herken geen leegloop. Ik wil graag met u even naar een ander onderwerp. Het klinkt heel gezellig, maar het zijn de zogenaamde suikeroomconstructies. Ik zie u al herkennend knikken. Maar ik zal toch even uitleggen wat we eronder verstaan. Uit de hoorzittingen en ook uit ons eigen onderzoek is gebleken dat ICT-projecten bij de Rijksoverheid vaak die constructie kennen. En het betekent feitelijk dat degene die bepaalt niet degene is die betaalt. Ik noem een paar voorbeelden. Elektronisch patiëntendossier, dat was een systeem voor zorgaanbieders, maar werd betaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De MGBA, dat doet verstandige dingen als het goed is voor de gemeente, maar Binnenlandse Zaken betaalt. En de OV-chipkaart is een gemeenschappelijk systeem voor vervoersbedrijven, maar het wordt betaald door Verkeer en Waterstaat. Die bepalers, dus degene die de besluiten nemen, dat zijn niet degene die de financiële pijn lijden als een project uit de kosten of uit de tijd loopt. In hoeverre herkent u dit beeld? Dat herken ik. Dat was ook een van de redenen waarom we dat rapport van Kuipers opgevolgd hebben. Omdat dat heel specifiek gaat over het punt wat u nu aansnijdt. Dat degene die bepaalt niet altijd degene is die betaalt. Maar wat gaat er nog precies gebeuren om dat te voorkomen? Deze persoon, inmiddels is de heer Eenhoorn daarvoor benoemd, gaat in kaart brengen allereerst hoe we systemen beter aan elkaar kunnen koppelen en vervolgens hoe we de financiering daarvan dan in die nieuwe situatie goed gaan regelen. Dus ook de verantwoordelijkheden dan, bedoelt u? Dus in zo'n voorbeeld als, De governance noemt Kuipers dat. Wat zegt u? De governance noemt Kuipers dat. Ja, maar laten we eens als voorbeeld de MGBA nemen. Wat zou er dan veranderen in zo'n situatie? Ja, nu hebben we iemand aangesteld om dit uit te werken en met een voorstel te komen. Dus ik kan wel speculeren wat er gaat gebeuren, maar... Maar laat ik het anders zeggen. Het is ook uw overtuiging dat het in één hand moet liggen. Het betalen en bepalen. Ja, of dat je een hele goede afspraak moet hebben. Wat de gebruikers die niet bepalen, maar wel gebruiker zijn. Wat die betalen voor het gebruik. Dus even nog één keer concluderend. Het is ook uw ambitie dat deze suikeroomconstructies die u herkent, dat die er in de toekomst niet meer zijn. Ja, dat blijkt ook uit de stap die we hier gezet hebben. Mevrouw Fokker. Wat ik me afvroeg, u heeft het vanmiddag een aantal malen over het rapport van meneer Kuipers. Mm. Maar het rapport is van 15 januari 2014 en het is eigenlijk pas met de brief van 28 mei 2014 aan de Kamer gestuurd. Je zou toch verwachten als het zo'n interessant rapport is waar zulke interessante dingen in staan, dat een rapport eigenlijk niet van 15 januari 2014 tot mei blijft liggen, maar al sneller naar de Kamer gaat. En dan kan het advies van de regering natuurlijk altijd nog volgen. Of zie ik dat verkeerd? Het was een ambtelijk rapport en wij vonden het verstandig om daar eerst een eigen reactie bij te doen. Beide versies komen voor. Ik stuur wel eens rapporten zonder commentaar, maar vaak ook meteen met de reactie van het kabinet erbij. Nou, het was wel een vrij helder en redelijk hard rapport. Ik herinner me de term pupillenvoetbal die erin voorkwam en dat soort dingen. Dus het was wel een rapport waarvan je zou zeggen, daar worden we allemaal wakker van, toch? Zeker, vandaar dat we er ook snel consequenties aan hebben verbonden. En ik het niet helemaal met de heer Van Meenen eens was dat we dat niet hadden moeten doen. Mevrouw Bruinsholt. Op basis van ons onderzoek blijkt dat er ook de nodige problemen zijn met de aanbestedingstrajecten. Aanbestedingen worden vaak gezien als te intensief, te beperkend. En er wordt ook gezegd dat er tijdens het traject weinig overleg is tussen de opdrachtgevers en de opdrachtnemers. Herkent u dit beeld?
Dat dat geluid regelmatig van bedrijven komt, dat herken ik. Overigens ook op andere terreinen. Vanochtend net de aftrap gegeven voor de verbouw van het oude ministerie van Vrom. En daar hadden de aannemers dezelfde klacht. En ook daar is het van belang om een goede knip te maken tussen het commerciële belang van de leverancier die graag wil dat zo min mogelijk partijen mee kunnen offereren. Dus dat dat bedrijf zoveel mogelijk in het overleg wordt betrokken. En het belang wat we ook moeten dienen van efficiënt omgaan met belastinggeld. En wat u zelf ook noemde, de vendor lock-in, het afhankelijk zijn van een leverancier. Dus ik kan me geen wereld voorstellen waarin die klacht helemaal weg is. Want dat zou het paradijs voor leverancier zijn. Maar dat is geen reden om niet scherp te blijven kijken waar het misschien doorschiet in te scherp alleen op prijs aanbesteden. Want daarin wordt inderdaad gezegd tijdens de hoorzittingen, het draait inderdaad te veel om de prijs, te weinig om de kwaliteit. De overheid vertrouwt te weinig op de expertise. De overheid vraagt verkeerd uit. Hier is echt letterlijk gezegd, de overheid vraagt een auto zonder stuur aan. Wij zeggen dan, we gaan de auto zonder stuur leveren. En dan accepteert de overheid dat toch. De kosten die bedrijven moeten maken voor het opstellen van een offerte zijn hoog. Bij aanvang van het project is eigenlijk al duidelijk dat het project binnen de tijd en het geld niet haalbaar is. Er is geen aandacht voor de prestaties van ICT-leveranciers uit het verleden, de zogenaamde past performance. En ook aanbestedingen worden te complex door vraagbundeling. Als ik deze zeven knelpunten noem, op welke gebieden vindt u dan, wat u zelf net aangaf, dat er sprake is van het doorschieten? Het zijn heel verschillende punten. Als het gaat om de auto zonder stuur, dat kan bij wijze van spreken een politieke wens zijn, waar we het net al over hadden, waar bewindspersonen kritisch op moeten zijn, de Kamer ongetwijfeld ook. Als het gaat om het vooraf te laag inschatten van de kosten. Dat is precies het voorbeeld waarvan ik zei, als dat de manier is waarop je een project kennelijk door de besluitvorming heen moet halen, dan is dat echt onjuist. Hè? Dan was de overschrijding dus geen verspilling in de zin van dat het geld aan het eind is weggegooid, maar dat aan het begin van het traject een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven. Daarbij kan bijvoorbeeld zo'n gateway review een heel belangrijke rol spelen. Als het gaat om bundelen van opdrachten hebben we besproken, daar zul je inderdaad dat een leverancier dat vervelend vindt, dat begrijp ik onmiddellijk. Dat wil niet zeggen dat een leverancier nooit een punt heeft dat het complex kan worden. Dus er zitten hier een aantal dingen waar ik het leveranciersbelang heel scherp bij zie. En daarvan als verantwoordelijk voor belastinggeld zeg, nou, ik weet niet of ik daar meteen in meega. Er zitten delen in die de politieke besluitvorming raken. Maar ieder onderdeel is relevant. En er zitten natuurlijk aspecten in die niet zozeer leveranciers betreffen, maar zeker ook de overheid. De past performance, dus het kijken naar wat leveranciers in het verleden hebben gedaan en hoe goed zij projecten hebben gedaan. Wat vindt u daarvan? Zou dat meer moeten gebeuren dan nu het geval is? Ik had mij niet voorgenomen om van tevoren over het juiste midden te beginnen, hoewel dat een zeer filosofische term is. Als alleen, het is een bekende discussie bijvoorbeeld met nieuwe aanbieders uit het MKB of van elders. Die klagen over het algemeen als je te veel leunt op past performance, dan kunnen nieuwe toetreders nooit een product leveren. Dus als je dat heel rigide zegt, vernieuw je nooit. Kunnen ook nooit kleine bedrijven aanbieden. Als je er helemaal niet naar kijkt, dan zou bij wijze van spreken iedere knutselaar iets aan kunnen bieden. Dus ook daar zal je een balans moeten vinden tussen het niet uitsluiten van vernieuwing of kleine bedrijven. En het tegelijkertijd er wel voor zorgen dat je een beeld hebt van wat zo'n organisatie kan. Maar in de huidige aanbestedingsregels mag het gewoon niet. Sorry? In de huidige aanbestedingsregels mag het gewoon niet. Bedrijven mogen referenties referentieprojecten geven. Nou, die geven vermoedelijk niet hun slechtste referenties op. En als ze aantoonbaar hebben gefaald, ook bij aanpalende departementen,
mag niet worden meegewogen. Wij stellen ons de vraag of het niet verstandig is in onze aanbevelingen mee te nemen dat de vertaling die hier nog gemaakt gaat worden in dit huis van weer een nieuwe aanbestedingsregels zoals Europa die heeft vastgesteld, of we toch in ieder geval niet zouden moeten meenemen dat die prestaties uit het verleden kunnen worden meegewogen. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat u met die blik naar de aanbestedingsregels kijkt en ik sta ook niet afwijzend tegenover een wijziging, maar nogmaals, dan zal je wel weer dat belang van die kleine en nieuwe aanbieders af moeten wegen. De heer Van Meenen. Ja, ik wil nog, ja, u bent een belangrijke minister op dit vlak, dus we hebben al heel veel gesprekken gevoerd, dus u zult het ons niet kwalijk nemen dat we heel veel onderwerpen met u bespreken, maar we zijn bijna klaar. Ik zou het nog graag even met u willen hebben over het portfoliobeheer op rijksniveau. De oud-CIO Rijk, die was dat geloof ik tot 1 januari jongstleden, de heer Hillenaar gaf tijdens een hoorzitting met ons aan dat hij het portfoliobeheer op rijksniveau een 4 zou willen geven. Hij zei letterlijk een 6- past volgens mij voor het portfoliobeheer op departementaal niveau en voor het portfoliobeheer op rijksniveau zou ik een 4 willen geven. Wat gaat u eraan doen om daar een voldoende van te maken? Nou, dat lijkt me ook een belangrijk onderdeel voor die e-strategie. Ik zag het ook in het verslag van de heer Hillenaar. Een 4 is niet voldoende. Nee, dat. Ik heb in het onderwijs gewerkt, dat is mij bekend. Maar dat, u zegt eigenlijk dat ligt bij de Nationaal Commissaris, zegt u dat nu? Of? Nee, de e-strategie. Dat is de brief die ik u ga sturen. Oké, dus daar komt u nog op terug. Ja. Kunt u nu nog niks over zeggen? Toch nog even over dat portfolio management. Er is een handboek portfolio management en de heer Hillenaar heeft tegen ons gezegd dat de auditdienst Rijk ieder jaar bij de grote projecten kijkt of er naar de regels uit het handboek is gehandeld. Maar de heer, zijn opvolger, de heer Kotteman, die zei hier dat de auditdienst Rijk een eigen protocol hanteert. Kunt u ons vertellen wat er nu aan de hand is? Nee. Nee? Oké. Nee, gaat u navragen bij meneer Kotteman? Ongetwijfeld, maar ik beoordeel niet de controleprotocollen van de auditdienst Rijk. Nee. Een beetje grenzen aan wat helder. De minister... Nee, okay. Ja, dan stop ik er ook mee. U gaat het verlossende woord niet spreken, dat is duidelijk. Mevrouw Waarschot. In het regeerakkoord heeft het kabinet afgesproken dat bedrijven en burgers in 2017 zaken zoveel mogelijk digitaal met de overheid moeten kunnen afhandelen. U was, laten we zeggen, secondant aan de tafel van Rutte aan de onderhandelingstafel. Kunt u ons nog vertellen hoe u aan de streefdatum van 2017 bent gekomen? Waar was dat op gebaseerd? Omdat dat een beetje flauw is om als kabinet streefdata na je eigen einddatum op te schrijven. En ook collega Plasterk heeft al aangegeven dat we het waarschijnlijk niet gaan halen. Dan zouden we in de val trappen van jezelf een onmogelijke opdracht geven met mogelijke schade. Tegelijkertijd was ik toen, zoals ik dat nu nog steeds ben, overtuigd dat de overheid echt mee moet blijven bewegen in die hele snelle ICT-ontwikkeling. Je kunt niet waar de hele samenleving online gaat, waar die geweldige big data-ontwikkeling plaatsvindt, waar je als overheid zelf veranderingen in gang zet, zoals de decentralisaties, terugschrikken van deze noodzakelijke verbeteringen. Dat is nodig voor de kwaliteit van dienstverlening. En dat is nodig om verstandig om te gaan met belastinggeld. Toen u het rapport van de heer Kuipers onder ogen zag, daar was eigenlijk voor het eerst dat gewoon klip en klaar werd geschreven, 2017 wordt niet gehaald. Ja. Wat was uw reactie daarop? Ja, teleurstellend natuurlijk, maar liever in een vroeg stadium weten dat dat niet lukt en wat er überhaupt de stappen zijn die je moet gaan nemen. Dan dat je door zou blijven gaan met iets wat op zich nogmaals inhoudelijk ik nog steeds met volle overtuiging steun, maar waarvan de datum dan te vroeg in de tijd is. En dan is er ook gekozen voor om een nationaal commissaris digitale overheid aan te stellen.
Wat mij gewoon niet duidelijk wordt in wat we nu besproken hebben, is wat worden nou de bevoegdheden van die Nationale Commissaris Digitale Overheid? Welke formele bevoegdheden? De formele bevoegdheden liggen uiteindelijk altijd bij de ministers. De commissaris is degene die... Welke gemandateerde bevoegdheden dan? De commissaris is degene die in kaart brengt wat de opgave is, waar de knelpunten liggen, wie daarvoor welke knop door moet hakken. Dat ligt voor een deel dus ook bij andere overheden. Maar de politieke verantwoordelijkheid ligt in ieder geval op rijksniveau bij de verantwoordelijke minister. Dus hij is een overheidsbrede regisseur daarmee? Zeker. Maar kan hij dan ook iets zeggen over de financiële aansturing van ICT-projecten? Daar zal hij ongetwijfeld een voorstel voor doen. En dan, nogmaals, is het aan de politiek verantwoordelijke om die beslissing ook te nemen. En daarin schrijft u ook in de brief die komt dat het een steviger overheidsbrede regisseur moet zijn. Wat is het verschil tussen een overheidsbrede regisseur en een stevige overheidsbrede regisseur? Wat maakt hem stevig? We hebben in ieder geval in de persoon van de heer Eenhoorn iemand gevonden die de bijzondere kwaliteiten combineert van ervaring in het openbaar bestuur en ervaring in het bedrijfsleven met ook belangrijke ICT-aspecten. En dat illustreert ook precies waar we in die term stevig naar op zoek waren. Iemand die beide werelden begrijpt, want ook uit uw vraagstelling blijkt steeds al hoe schaars mensen zijn die beide werelden begrijpen. Maar daarin, als ik een karakterisering van de Nationaal Commissaris Digitale Overheid mag geven, is het dan een oliemannetje? Iemand die op basis van persoonlijk gezag moet kijken of hij projecten vlot kan trekken? Oliemannetje is wel van heel lang voor het IT-tijdperk. Ik vind de term regisseur die u eerder gebruikt, vind ik juister. En daarbij sterk gebaseerd op de persoon, op het persoonlijk gezag? Uiteindelijk altijd. Maar nogmaals, we hebben hier iemand gezocht en gevonden die niet alleen gezag, maar ook ervaring heeft in die twee poten die zo belangrijk zijn voor dit traject. De heer Kuipers heeft dus in januari aangegeven, de datum van 2017 is niet haalbaar. We moeten toch een datum verder in de tijd gaan zoeken. Hoe komt het dat dit niet eerder naar boven is gekomen, dat 2017 geen haalbare datum is? Bij het opstellen van een regeerakkoord ben je als opsteller natuurlijk gewoon verantwoordelijk en neem je de beschikbare informatie mee. En soms blijkt, als je het gaat uitwerken, dat een proces toch wat langer duurt of ingewikkelder is. Daarmee blijf je verantwoordelijk, dus daar mag u mij altijd op aanspreken. Maar nogmaals, dan vind ik het beter om dat tijdig te constateren. Als ik een vergelijk mag trekken, in de doorrekening van het regeerakkoord zat een manier voor het berekenen van de huren, die ook veel politieke partijen gebruikt hadden, die door het Centraal Planbureau is doorgerekend. Waarvan we dus ook dachten, die kunnen we zonder problemen opnemen in het regeerakkoord. In de weken daarna bleek dat het in de uitvoering toch niet werkt. Daarvan heb ik toen ook gezegd, dan ga ik het dus toch niet zo doen. Daarmee ben ik er niet verantwoordelijk voor, maar zeg je wel, niet doorgaan op die weg. Nou, hier zeggen we niet doorgaan op die weg, maar dit tempo is niet reëel. U gaf zo net aan dat de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Plasterk, al duidelijk naar de Kamer heeft gecommuniceerd dat 2017 niet haalbaar is. Wanneer heeft hij dat gedaan? Dat weet ik niet precies. Omdat, ik heb het zo net ook nog even aan de staf nagevraagd, wij hebben dat nog niet kunnen terugvinden. Wij lezen het natuurlijk wel in het rapport van de heer Kuipers. Maar we hebben nog geen officiële brief vanuit de minister gezien dat hij de conclusie van de heer Kuipers op dat punt deelt. Oké, dat gaat voorbij mijn kennis. Misschien wellicht is het nog mogelijk om in ieder geval ons te laten weten waar het wel gecommuniceerd is dan naar de Kamer toe. Ja, zal ik naar laten gaan. We hebben lang met u gesproken. Zeker. Waarvoor hartelijk dank. Ik wil u drie conclusies, voorlopige conclusies, maar wel op basis van de onderzochte casus voorlezen. Ik zal dat kort doen, van ons onderzoeksrapport en graag per conclusie uw reactie daarop vragen als u dat goed vindt. Daarmee sluiten we af. Dat wil zeggen, daarna vraag ik u
om ons nog dingen te zeggen waarvan u vindt dat ze ten onrechte niet aan de orde zijn gekomen. Policy Research komt dus tot de conclusie dat de projectbeheersing van ICT-project, van de meeste ICT-projecten die onderzocht zijn, niet op orde is. Zowel voorafgaand aan de start van een project als tijdens en na het project blijkt onvoldoende zicht op de fundamenten voor een goede projectbeheersing. Inzicht in tijd, geld en kwaliteit waarop sturing en bijsturing op projecten wordt gehinderd. Dat is nogal een conclusie, nummer 1. Zeker. Hoe is uw reactie daarop? Nou, als dat een goed onderbouwde conclusie is, u kent de onderbouwing. Ik krijg ongetwijfeld de onderbouwing bij Zeker. De publicatie van uw rapport. Dus als dat een goed onderbouwde conclusie is, dan moet daarop ingegrepen worden. Dan moet op ingegrepen worden. De tweede is, de overheid is onvoldoende daadkrachtig met het nemen van besluiten binnen ICT-projecten. Letterlijk staat dat de overheid tot onvoldoende executiekracht wanneer het gaat om de uitvoering en beheersing van die projecten. Onvoldoende in staat om toe te zien op de samenhangende relatie tussen scope, tijd, geld en kwaliteit. Rode vlaggen, signalen die duiden op bekende oorzaken van falen, worden te laat opgemerkt, dan wel erkend en met onvoldoende daadkracht opgelost. Dat is de tweede conclusie. Ja, ook daarop is mijn reactie ervan uitgaan dat de onderbouwing goed is. Die heeft u en die ga ik bestuderen als u die publiceert. Dan is dat natuurlijk ook een zeer zorgige conclusie, dus daar moet ook op ingegrepen worden. En de derde is, het technische proces is onvoldoende professioneel, gedisciplineerd en systematisch. Dit uitzicht onder meer in het niet adequaat opstellen van specificaties, parallel verloop van ontwerp en ontwikkeling in plaats van opeenvolgende stappen, onvoldoende aandacht voor wijzigingenmanagement en gevolgen van wijzigingen en onvoldoende zicht op de kwaliteit van het technisch systeem. Ja, dit is van hetzelfde laken een pak. Wij zijn daar erg van geschrokken. Ik neem aan u ook. Zeker. Nogmaals, ik ga met veel interesse de casuïstiek, de onderbouwing, waar precies de missers zitten lezen. En nogmaals, dit zijn dingen die, als ze inderdaad goed onderbouwd zijn, niet voort kunnen bestaan. Wat geeft u ons nog mee vanuit uw systeemverantwoordelijkheid of anderszins, wat niet aan de orde is gekomen? Ik denk dat het cruciaal is dat we met de les die u gaat trekken niet verkrampen. Omdat het blijven ontwikkelen en investeren in ICT zo cruciaal is voor de communicatie met de burgers, met bedrijven, voor het efficiënt kunnen werken. Dat we moeten leren van fouten die gemaakt zijn, maar dat zonder te verkrampen. Als het gaat om niet verkrampen, u bent een fervent sporter, hardloper. Welke les zou u vanuit uw hardlopen trekken als het gaat om ICT-projecten? Hardlopers zijn doodlopers, maar misschien kunt u nog andere lessen trekken. Nee, goed trainen, maar wel blijven doorlopen. Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van dit gesprek. Nogmaals, waarvoor hartelijk dank. En ook aan het eind van deze zevende hoorzittingsdag. Wij komen donderdag aanstaande om 9 uur bijeen om te spreken met voormalig minister Eurlings, die in zijn agenda op geen enkele manier vandaag was in te plannen en die wij dus separaat en ook weer van harte zullen ontvangen. Ik dank u zeer. Ik sluit de vergadering.